Prijs de naam van Jezus. U bent mijn God en mijn Heer. U bent onze koning. Heer, dank u. Wij kunnen struggles hebben om te starten, hè, met onze technische kennis. Maar dank u, Heer, dat u de God boven alle God bent. Dat u alle kennis hebt. Dank u, Heer, dat we op u mogen bouwen. En dank u, Heer, dat wij niet alles hoeven te weten van deze wereld. Waar wij rijk in moeten zijn, is in uw woord. En daarom zijn we u zo dankbaar en willen we u ook eren vanavond. En u die bijzondere eer inderdaad geven dat u ons deze gelegenheid geeft. Dat u uw hart voor ons opent. Jezus. Want Heer, wanneer u uw woord, Heer, wanneer uw woorden die we in deze Bijbel zien, wanneer u die voor ons opent, dan opent u inderdaad uw hart voor ons. En Heer, ik dank u dat omgekeerd, dat onze gedachten u niet onbekend zijn. Maar ook uw gedachten zijn ons niet onbekend, omdat wij in uw woord mogen zien wie u bent. Heer, ik vraag u deze avond opnieuw dat u het woord in ons hart uitlegt. Opdat we datzelfde hart, dat we mensen mogen zijn naar uw hart, die uw hart willen zien, die uw hart willen hebben. Zoals David, hè? Zoals u op David keek. U zei, David is een man naar mijn hart, omdat hij uw hartslag wilde voelen, omdat hij één wilde zijn met u. En hij wilde dat er niets tussen u en hem instond. Zo vragen wij dat ook van u, Heer, ons verlangen. Het verlangen van ons hart is, Heer, dat er niets is wat scheiding brengt. Er niets is wat ons hindert om u te ontmoeten, om u te zien. Om u te kunnen horen, om u te begrijpen. En vervolgens ook met hulp van uw geest u te gehoorzamen. Want daarin ligt de zegen en daarin kunnen we u nog beter leren kennen. Geprezen zij u, uw naam daarvoor, Heer. Geprezen zij het Lam van God. Ik bid dat jullie allemaal met mij de Heere prijzen om wie hij is. In Jezus' naam. En ik bid dat we allemaal klaar zijn om dat woord te ontvangen en dat we allemaal dat woord in praktijk zullen brengen in Jezus' naam en zo een licht zullen zijn in deze wereld. Amen. Amen. Dan gaan we gelijk beginnen. Welcome everybody. In other language than Dutch, we love you. We love you in such a way that we will tell you the truth, because only the truth will set you free. For those of you that may feel offended by the word, I would like to encourage you to check the word and see if God is speaking. And even if you feel offended, maybe the result when you apply that word and give into that word will give you the blessing of God that is lasting. And you will not be surprised when you stand before him. And in all these false teachings that we hear that may sound very nice and very comfortable, it will be comfortable for your flesh. And I can warn you, if it's too comfortable for your flesh, it's probably not the word of God, because the word of God is preparing us for the coming of Jesus. Amen. So I pray that you will be ready for his coming. And that's why I ask you to open your heart and receive the word of God in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Isn't it amazing? Verbazingwekkend toch, hè? That we read in the Bible. Dat we in de Bijbel lezen. How the word of God gives us power over sin. Hoe we door het woord van God macht over zonde krijgen. That's right. The word of God gives us power over sin. Dat klopt. Het woord van God geeft ons macht over zonde. The Bible says. De Bijbel zegt. That the devil sinned from the beginning. Dat de duivel zondigde vanaf het begin. He was never in the truth. Hij was nooit in de waarheid. He sinned from the beginning. Hij zondigde al vanaf het begin. Before he came down in the form of a serpent. Voor hij kwam hier in de, beneden in de vorm van een slang. And tempted Adam and Eve in the garden. En verleidde Adam en Eve in de hof. He already sinned. Hij zondigde al. In his pride. In zijn hoogmoed. In his self-exaltation. Hè, waar hij zichzelf door zichzelf te verhogen. Wanted to exalt himself to be like God. Wilde zichzelf verhogen om gelijk aan God te zijn. In his rebellion. In zijn opstandigheid. In his pride. In zijn hoogmoed. And so the Bible says he sinned from the beginning. De Bijbel zegt hij zondigde al vanaf het begin. The Bible says he was a murderer. De Bijbel zegt hij was een moordenaar. From the beginning. Vanaf het begin. There was never no truth in the devil. Er is nooit waarheid in de duivel geweest. Whenever he speaks. Zodra hij spreekt. He speaks a lie. Alles is een leugen. He's a liar.
Hij is een leugenaar. And the father of all lies. En de vader van alle leugen. Sin started in Lucifer. Zonde is begonnen in Lucifer. And Lucifer became the devil. En Lucifer werd de duivel. Sin came down in the Garden of Eden. Zonde kwam in de Hof van Eden. Adam and Eve gave in. Adam en Eva gaven eraan toe. In disobeying God. Door ongehoorzaam te zijn aan God. They did not want to obey the commandments. Ze wilden niet gehoorzaam aan de geboden. Do not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Eet niet van die boom van kennis van goed en kwaad. They disobeyed. Ze waren ongehoorzaam. Sin came into the world. En zonde kwam in de wereld. Death came into the world. De dood kwam in de wereld. Disease came into the world. Ziekten en kwalen kwamen in de wereld. Broken marriages started. Kapotte huwelijk begon. All disaster started. Allerlei ellende begon. Curses came. Er kwamen vloeken. Because of that sin. Vanwege die zonde. To make a long story short. Lang verhaal kort. How long does it take? Hoe lang moet het duren? For us to understand. Voordat wij gaan begrijpen. That God's powerful word. Dat Gods krachtige woord. Is not just to read it religiously. Niet alleen maar is om religieus te lezen. Not to read it to have a quiet time. Niet te lezen omdat je zo nodig een stille tijd moet or hebben. To fight one another with it. Of zodat je met elkaar erover kan vechten. And build up all man-made doctrines. En allerlei leerstellingen kunt maken door mensen bedacht. And split here. En haren gaan splijten. In controversies. Met controversies. And speculations. En gaan speculeren. Of this great word of God. Over dit geweldige woord van God. While God in his master divine plan. Terwijl God is een meesterplan. The purpose that he gave us this Bible. Het doel waarvoor hij ons deze Bijbel heeft gegeven. The living word of God. Het levende woord van God. And the written word of God. En het geschreven woord van God. Is that we can overpower sin. Is dat wij de macht over de zonde kunnen nemen. The sin that Adam brought. De zonde die door Adam gebracht that werd. That caused that. Die de dood veroorzaakte. Jesus came to finish that. Jezus is gekomen om dat teniet te doen. By his obedience. Door zijn gehoorzaamheid. Many will be made righteous. Zullen velen tot rechtvaardiging komen. By the disobedience of Adam. Door de ongehoorzaamheid van Adam. Many became sinners. Zijn velen zondaren. And many die. En zijn velen gestorven. But by the obedience of one man, Jesus Christ. Maar door de gehoorzaamheid van één, Jezus Christus. Many will become righteous. Zullen velen rechtvaardig worden. And live holy. En heilig leven. And overcome sin. En zonde overwinnen. I said it and I try my best to be very dignified. Ik heb het gezegd en ik zal mijn best doen om me waardig te gedragen. I am not exalting myself. Ik sta niet mezelf te verhogen. But this Bible says. Wat deze Bijbel zegt. That we can hide the word of God in our hearts. Dat we het woord van God in ons hart kunnen verbergen. When we hide it in our hearts. Als wij het in ons hart bergen. We would not sin, it says. Dan staat er dat wij dan niet zondigen. If we hide the word in our hearts. Want als wij het woord in ons hart bergen. We would not sin. Dan zondigen wij niet. That's what Psalm 119:11 says. Everybody wants to turn. Do not turn to that verse, man. Oh, dat iedereen kent dat vers, hè? Psalm 119, vers 11. Thy word. Uw woord. I hid it in my heart. Ik berg uw woord in mijn hart. That I may not sin against thee. Opdat ik niet tegen u zondig. So why does sin have so much power? Waarom heeft zonde dan wel zoveel macht? While sin should not be dominating any Christian anymore. Terwijl geen enkele christen nog gedomineerd zou moeten worden door zonde. The problem is. Het probleem is. How much word are we hiding in our hearts? Hoeveel woord bergen wij in ons hart? Do we go through the Bible? Gaan we door de Bijbel? And dig into its treasures. En duiken we in die schatten? Do we take time to cleanse our lives? Neem we tijd om ons leven te reinigen? Daily with the word. Dagelijks met het woord. Do we look at what Jesus told his disciples? Kijken we naar wat Jezus tegen zijn discipelen zei? In John 15 verse 3. In Johannes 15 vers 3. You are clean. U bent rein. By the words. Door de woorden. By the teachings. Door het onderwijs. That I have given unto you. Dat ik u gegeven heb.
Do we look at the two disciples at the road of Emmaus? Kijken we naar die twee discipelen op weg naar Emmaus. Jesus died. Jezus stierf. Jesus rose. Jezus was opgestaan. But they didn't see him. Maar ze zagen hem niet. They didn't know where he was. Wisten niet waar hij was. They started to doubt. Begonnen te twijfelen. Doubt, I believe, is a sin. En ik geloof dat twijfel een zonde is. If you were walking with the master. Als je zou wandelen met de meester. And you saw him raise the dead. En je hebt gezien hoe hij de doden opwekte. You saw him speak to the winds and the waves. Je hebt gezien hoe hij tot de golf en de wind sprak. And stop them. And, en ze het zwijgen oplegde. And calm the sea. En de zee kalm maken. You see him walk on water. Je ziet hem op water lopen. You see him multiply 5 loaves and 2 fishes. Je ziet hem 5 broden en 2 vissen vermenigvuldigen. You see him take spittle. Je ziet hoe hij spuug neemt. Mix it with mud. Samen met modder. And put it in a man's eye. Op de ogen van een man legt. And the man sees. En de man gaat zien. You see a centurion. Je ziet een hoofdman. Ruler over 100 soldiers. Een hoofd van over 100 soldaten. Come on the street to Jesus. Kom op straat naar Jezus toe. And tell him, Lord. En zei tegen hem, Heer. My servant lies at home. Mijn knecht ligt thuis. Sick of the palsy. Hij ligt ziek thuis. Hij is verlamd. He's totally paralyzed. Helemaal verlamd. Up to his neck. Tot zijn nek toe. You gotta come and heal him. Of vanaf zijn nek. En u moet hem komen genezen. You gotta come and heal him. U moet hem komen genezen. Jesus said, I'll come and heal him. Jezus zei, kom mee, ik zal hem genezen. The man said. En de man zei. You don't have to come. U hoeft niet te komen. To my house. In mijn huis. You have authority. U hebt gezag. Over disease. Over ziekte. Over curses. Over vloeken. Over all bondages. Elke gebondenheid. You do not have to come to my house. Hoeft niet zelf naar mijn huis te komen. Speak the word. Spreek slechts het woord. And my servant. En mijn knecht. Miles away. En mijlen weg. Paralyzed. Verlamd. He will rise. Hij zal opstaan. And be healed. En genezen. And Jesus says in front of his disciples. En Jezus zegt waar zijn discipelen bij zijn. I have never seen no faith like this. Ik heb nog nooit zo'n geloof gezien. Not in all of Israel. In heel Israël. All these disciples. Al deze discipelen. Saw Jesus do all these things. Hebben Jezus al die dingen zien doen. He kept telling them. En hij bleef hen vertellen. I will die. Ik zal gaan sterven. I will rise. Ik ga sterven en opstaan. They will crucify me. Ze zullen me kruisen. They'll stripe my back. Ze zullen mijn rug met striemen slaan. But I will rise. Maar ik zal opstaan. And they saw all that. En dat hebben ze allemaal gezien. And still the two disciples on the road to Emmaus. En toch die twee discipelen op weg naar Emmaus. And all of the rest was hiding behind closed doors. En de rest had zich verborgen achter gesloten deuren. In fear. Uit angst. Of the Jews. Voor de Joden. The two disciples was walking. De discipelen liepen. The two disciples on the road to Emmaus. Die twee discipelen op weg naar Emmaus. They met the Lord. En ze ontmoeten de Heer. And the Lord expounds to them in the scriptures. En de Heer legt de schrift aan hen uit. All about himself. Alles over zichzelf. From Moses. Vanaf Mozes. From the prophets. Vanuit de profeten. And from the Psalms. En uit de psalmen. Breaks their doubt. Breekt hun twijfel af. That's what we need. We need the word to kill our doubts and unbelief. En dat hebben wij ook nodig. Hè? Dat onze twijfel gebroken wordt. Afgebroken. Door dat woord van God. We need the fire of the word. We hebben het vuur van het woord nodig. To penetrate our hearts. Dat moet in ons hart binnenkomen. Until every doubt in God dies. Tot elke twijfel aan God sterft. Until the tormenting spirit of unbelief is removed. Tot die kwelgeest van ongeloof verwijderd is. And we would never doubt and unbelief against the things of God. We nooit meer twijfelen of in ongeloof zijn wat betreft de dingen van God. I believe. Ik geloof. That if God put in Psalm 119 verse 11. Dat als God zegt in Psalm 119 vers 11. That the psalmist says, your word I hide it in my heart. De psalmist zegt daar, ik berg uw woord in mijn hart. That I may not sin against you. Opdat ik niet tegen u zonde. How can God put something like that in the Bible? Hoe kan God nou zoiets in de Bijbel zetten? In the Old Covenant. Oude Testament. And today we get Pinkst Pentecost. En vandaag hebben we Pinksteren. We have full gospel. We hebben volle evangelie. We have revival messages. We hebben opwekkingsboodschappen. We have prosperity teachings. We hebben onderwijs over voorspoed. We have all kind of doctrines. We hebben allerlei soorten leren. But as soon as you touch this. Maar zodra je dit noemt. That it is possible. Dat het
mogelijk is. In all the provisions that God has given to us. En door alle voorzieningen die God aan ons gegeven heeft. In His love. In zijn liefde. He said, I give you my word. Zegt hij, ik geef je mijn woord. Hide it in your heart. Berg het in je hart. So you can overpower sin. Zodat je macht over zonde kunt nemen. Amen. Amen. Sorry. So what do we do? Dus wat doen we? What if I preach all night about that verse alone? Wat als ik de hele avond alleen over dat vers ga preken? What if I talk about that verse all night tonight? Wat als ik de hele avond over dat vers ga spreken? I think one of the things I will hear is that I'm arrogant. Een van de dingen die ik ga horen, denk ik, is dat ik arrogant ben. Or the criticism, are you victorious over sin? Of de kritiek die komt, hè? Heb jij dan de overwinning over zonde? Listen, it's not about me. Hij zegt, het heeft niks met mij te maken. It's about what God says. Het gaat om wat God zegt. What He gave us. Wat Hij ons gegeven heeft. In His love. In zijn liefde. We talk about the love of God. We praten over de liefde van the God. The superficial grace love of God. De bovennatuurlijke genade liefde van God. His mercy. Zijn barmhartigheid. His long suffering. Zijn langmoedigheid. His loving kindness. Zijn goede tierenheid. How about experiencing His love? En wat denk je ervan dat je zijn liefde ondervindt? Where He chose to give us the 66 books of the Bible. In waar Hij ervoor gekozen heeft ons die 66 boeken van de Bijbel te geven. He chose to give us all scripture. Hij heeft ervoor gekozen ons heel de schrift te geven. With His breath on every verse. Terwijl zijn adem op in elk vers is. On every jot, on every title. In elke jot en elke titel. For what? Waarvoor? To empower us. Om ons de kracht te geven. To overcome Satan. Zodat we Satan kunnen overwinnen. And sin. En de zonde. And our fleshly inclinations. Onze vleeselijke neigingen. And all the powers of that filthy world out there. Alle machten van die vuile wereld daarbuiten. Can you imagine if I preach only on Psalm 119:11 tonight? Als ik vanavond alleen maar over Psalm 119 vers 11 zou spreken. Do you know what kind of anger I have in my heart as I stand here tonight? Weet je wat een boosheid er in mijn hart is terwijl ik hier zo sta? The low level that we deal with God. Het lage niveau waarop we met God omgaan. How can I still be a sinner? Hoe kan ik nou nog steeds een zondaar zijn? While the Bible says. Terwijl de Bijbel zegt. Hide the word of God in your heart. Berg het woord van God in je hart. What is hiding? Wat is dat bergen? It means to treasure. Als een schat bewaren. It means to make sure you fill the most evil part of your being with the word. Dat betekent dat het meest slechte deel van je lichaam, dat je hart, dat bewaak je. The most evil part of man. Het slechtste deel van de mens. Is our heart. Is ons hart. That inner life there. Je binnenste, dat innerlijke leven. Not the heart that is pumping blood to our bodies. Niet dat hart dat het bloed door je lichaam pompt. It's where all our imaginations are. Waar onze fantasieën zijn. Where all our understanding. Onze redeneringen, ons verstand. Our reasoning powers. Ja, onze redeneringen, ons denkvermogen. That's where we need the word. Want daar juist hebben we het woord nodig. Feed it. Dat moet je voeden. Guard it. Dat moet je bewaken. With the word of God. Met het woord van God. The heart is evil, Jeremiah says. Jeremia zegt het hart is slecht. Jeremiah 17:9-10. Jeremia 17, vers 9 the heart en 10. The heart of a person without the Holy Spirit. Het hart van iemand zonder de Heilige Geest. Without the infillment of the Holy Spirit. Zonder die vervulling van de Heilige Geest. Is desperately wicked. Dan is het wanhopig slecht. And then it says, I the Lord search the heart. En dan staat er, ik de Heere doorzoek het hart. And I try the reins. Ik beproef de nieren. To give to every man according to his works. Om ieder mens te geven naar gelang zijn werken. God said, no one understands his own heart. En dan, God zegt, niemand begrijpt zijn eigen hart. Not one of us. Niemand van ons. Knows what's in our heart. Weet wat er echt in ons hart omgaat. Until the damage comes out of it. Pas als de schade naar voren komt. And therefore I believe. Daarom geloof ik. That we need to hide God's word deep within that evil part of man.
Dat wij dat woord diep in dat slechte deel van de mens moeten bewaren. If we don't do it, zo niet, then we are guarding other things. Dan zijn we andere dingen aan het bewaren. If we're not guarding the heart with the word, als wij het hart niet bewaken met het woord, then we have other things that we guard. Dan zijn er andere dingen die we bewaren. Our money, ons geld, our house, ons huis, our cars, auto's, our property, eigendommen. You know, people are guarding all their treasures in their house. Mensen bewaken hun schatten in huis. The safe. He, de kluis. The box with their pearls and their diamonds. He, de doosjes met parels en diamanten. And man is failing. Maar de mens faalt. To guard the most evil part. En bewaakt het slechtste deel niet. And it sounds simple. Het klinkt eenvoudig. But it's so powerful. En het is toch krachtig. Because if we do not put this word deep within our hearts. Want als wij dat woord niet diep in ons hart bewaren. Sin will come. Dan komt de zonde. Every kind of sin. Allerlei zonde. Unbelief. Ongeloof. Doubt. Twijfel. Fear. Angst. Oh God. Envy. Afgunst. Jealousy. Jaloersheid. We will even drift off to heresies. We zullen zelfs afwijken naar valse leer. I believe. Ik geloof. That when we talk about the love of God, because I'm going to talk about the love of God again tonight. Als wij het hebben over de liefde van God, want daar ga ik het vanavond weer over hebben, over de liefde van God. Because for me, the power of God's love is supernatural. Want voor mij is de liefde van God bovennatuurlijk. Because I tasted it. Ik heb het geproefd. How he filled me with his love. Hoe hij mij gevuld heeft met zijn liefde. And people thought I would never preach about the love of God. Mensen dachten, die gaat nooit preken over het woord, de liefde van God. While I tasted it. Terwijl ik het zelf geproefd heb. One of the greatest manifestations. Een van de grootste manifestaties. Of the love of God for us. Van de liefde van God voor ons. Listen to me please. Luister alsjeblieft. It's this book right here. Is dit boek hier. This Bible. Deze Bijbel. This is the love of God for us. Dit is de liefde van God voor ons. Filled with commandments. Vol geboden. Filled with promises. Vol met beloften. God can never lie. God kan niet liegen. And he gave the book. Heeft dit boek gegeven. To give us power. Om ons macht te geven. Over sin. Over zonde. To hide that word in our heart. En dat woord in ons hart te bergen. It will be impossible. Dan is het onmogelijk. To sin against God. Om tegen God te zonden. That's what Psalm 119:11 declares. Dat staat in Psalm 119 vers 11. And that settles it. En dat is het punt. That shuts the devil's mouth. Dat doet, legt de duivel het zwijgen op. And all the religious people. En alle religieuze mensen. And all the hypocrites. En alle huichelaars. And all the self-righteous. En alle zelfrechtvaardigen. And all the people who preach every kind of message. En iedereen die allerlei soorten boodschappen preken. And Christians who follow every kind of teaching. En christenen die allerlei soorten leer volgen. Read all the books that man make. Die alle boeken lezen die door mensen bedacht zijn. Realize, maar ze beseffen niet that Jesus in John 20, dat in Johannes 20 and 21, en 21 we read, daar lezen we so many more things Jesus did when he was here, dat Jezus nog veel meer gedaan heeft toen hij hier op aarde was, that they cannot be written down, maar die kunnen niet opgeschreven worden. For if you have to write them, want als je dat allemaal zou moeten schrijven, the whole world will not be able to hold the books. Kan de hele wereld niet alle boeken kunnen bevatten. But these are written. Maar deze zijn geschreven. That in believing in this one. Op door deze te geloven. We may have life. Wij leven zouden hebben. And life in abundance. En leven in overvloed. Everlasting life. Eeuwig leven. See, I'm sorry, I gotta say it like this. I'm talking about the power of God's love. I'm coming. Ik heb het over de kracht van Gods liefde, hè? I have to say this. Even dit. I am amazed. Ik sta versteld. And struck with awe. Ja, ik sta er versteld van. Or actually fear. Of eigenlijk ontsteld, angstig. Listen carefully what I'm going to say. Luister goed naar wat ik zeg. You find this kind of book comes out. Je vindt, dit boek wordt uitgegeven. And Christians running by it. De christen rennen erop af en ze kopen dat you boek. You find another book comes out. Dan komt er een ander boek. That tells you heaven, I went to heaven. Waar genoemd wordt, ik ben in de hemel geweest. People run and buy it. Mensen rennen erop af en kopen dat boek. And then another book comes out. En dan komt weer een ander boek. When Jesus is going to come.
Wanneer Jezus terugkomt. Why we know nobody knows, and even Jesus doesn't know when he's going to come. Terwijl wij weten dat zelfs Jezus niet weet precies wanneer hij terugkomt. People run and buy the book. Mensen rennen erop af en kopen dat boek toch. And when you bring a simple truth like this. En als je met een simpele waarheid komt zoals dit. Are we hiding the Bible deep within our hearts? Bergen wij de Bijbel diep in ons hart? Can you imagine that every sin comes from the heart? Kun je je voorstellen, elke zonde komt vanuit het hart. An evil eye. Een boos oog. Evil thoughts. Slechte gedachten. Adultery. Overspel. Fornication. Hoererij. Stealing. Stelen. Foolishness. Dwaasheid. Pride. Hoogmoed. All these evil things, Jesus said. Jezus zei, al deze slechte dingen. Comes from within us. Komen van binnenuit. And defiles the man. En die vervuilen de mens. And so, when you bring this truth, als je die waarheid brengt, with all the knowledge that people seek, met alle kennis die mensen willen outside zoeken, outside of the Bible, kennis buiten de Bijbel, with other books, met andere boeken, with all the teachings, met al het onderwijs, when you hit a principle that is so strong here, als je een principe noemt, hè, zoals dit, zo sterk, that in the love of God, dat in de liefde van God. He gives us 66 books. Geeft hij ons 66 boeken. And he says, en zegt. Come on. Kom op. Fill your entire spiritual heart with it. Vul je hele geestelijk hart daarmee. And I want to see you conquer sin. En dan wil ik zien hoe jij vervolgens de zonde verslaat. Because my church. Want mijn gemeente. That I'm coming for. Die gemeente waar ik voor kom. Is not going to be a sinning church. Is niet een zondigende gemeente. My church that I'm coming for. Mijn gemeente die waar ik voor kom. Is going to be a church without a blemish. Is een gemeente zonder vlek. Without a spot. Zonder rimpel. Without the wrinkle. Ja, zonder smetteloos. A pure chaste virgin. Een reine maagd. That's what I'm coming for. En daar kom ik voor. And so I believe in the love of God. Dus ik geloof in de liefde van God. But I believe the love of God. Maar ik geloof dat de liefde van God. For us goes so deep. Voor ons zo diep gaat. So strong. En sterk. That he wants us to have his word. Dat hij wil dat wij zijn woord hebben. So rooted in us. Dat het zo in ons geworteld so is. So rich in us. Dat het zo rijk in ons is. That sin is no longer a part of our lives. Dat zonde niet meer bij ons leven hoort. Ja. I've been trying my best. Ik doe mijn best. Since I started here. Sinds ik hier al begon. To tell us. Om ons te vertellen. How can God put that in the Psalms? Hoe kan God dat nou in de Psalmen zetten? And it says it clearly. En het staat er duidelijk. That if the Bible. Dat als de Bijbel. Gets into our heart. In ons hart komt. That sin is finished. Dat het dan afgelopen is met zonde. That I may not sin against thee. Opdat ik niet tegen u zondig. Sin shall no longer have dominion over you. De zonde zal geen heerschappij meer over jou hebben. I obey, Lord. Ik gehoorzaam to say this. En zeg dit. I believe that's your love. Ik geloof dat dat uw liefde is. One of the greatest signs. Een van de grootste tekenen. Of the outpouring of the love of God. Van de uitstorting van de liefde van God. Upon a people. Op mensen. Upon his church. Op zijn gemeente. Into the heart of a believer. In het hart van een gelovige. Is when he gave us this word. Is toen hij ons zijn woord gaf. And I remember telling us. En ik weet nog dat ik tegen ons gezegd heb. From Romans 5:5. Uit Romeinen 5 vers 5. That the love of God. Dat de liefde van God. Has been shed abroad. Uitgestort is. Where? Waar? Into our hearts. In ons hart. Ja. By the Holy Spirit. Door de Heilige Geest. So the Holy Spirit. De Heilige Geest. Who wrote the word. Die het woord geschreven heeft. Who teaches us the word. Dus het woord leert. Who expounds the word to us. Die het woord aan ons uitlegt. Helps us to hide the word in our hearts. Helpt ons het woord in ons hart te bergen. He also comes. Hij komt ook. And pours out the love of God. Hij stort ook de liefde van God uit. Into our hearts. In ons hart. What does that do to a believer? Wat doet dat met de gelovige? It assures the believer. Geeft die gelovige de zekerheid. How much God loves them. Over hoeveel God van hen houdt. Did you hear that? Hoor je dat? The Holy Spirit. De Heilige Geest. Assures the believer. Geeft de gelovige de zekerheid. By
pouring out the love of God. Door de liefde van God uit te storten. Into the believer's heart. In het hart van de gelovigen. To assure the believer. En zo de zekerheid geeft aan die gelovigen. How much Jehovah God. Hoeveel Jehovah God. Loves them. Van hen houdt. And I remember reading with you in Romans 8. Let's go to Romans 8 quickly. Ik weet ook dat ik met jullie gelezen heb in Romeinen 8. Laten we dat even opzoeken. Not only voice to the nation, because those who watch the other things I thought about. Niet alleen voice to the nations, hè? I read Romans 8, 31, 32 and 33. I will do it again, please. Weer, dat hebben we al eerder gedaan. Doen we nu weer Romeinen 8, vers 31 tot 33. What shall we say then to these things, Paul said? If God be for us, who can be against us? Wat zullen we dan over deze dingen zeggen, zegt Paulus? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Verse 32. 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with Christ also freely give us all things? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? What shall we? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Please give me a chance. I'll cover a lot of territory here, but I want to just bring a remark in quickly, Hans. Even voor ik verder ga, een heleboel informatie geeft. Even een opmerking tussendoor. We talked about the Holy Spirit. We hebben het gehad over de Heilige Geest. Pouring out the love of God into our hearts. Die de liefde van God in ons hart uitstort. Romans 5:5. Romeinen 5 vers 5. I shared that quite an amount of times. Daar hebben we best wel vaak hebben we dat genoemd. So if we have the Holy Spirit. Dus als wij de Heilige Geest if we, hebben. If we have repented. Als we ons bekeerd hebben. And our sins have been dealt with. En er is afgerekend met onze zonden. And we have been baptized not only under water. En we zijn gedoopt, niet alleen onder water. But we were baptized into Christ's death. Maar we zijn ook gedoopt in de dood van Christus. Buried with him. Dat we zeggen met hem begraven. Into that baptism. In die doop. Rise to a newness of life. En zijn opgestaan in nieuwheid van leven. You find these scriptures in Romans 6, by the way. Die teksten kun je allemaal vinden in Romeinen 6. Dus ga maar lezen. That means the Holy Spirit then. Dat betekent dat de Heilige Geest. Has been given to us. Aan ons gegeven is. Peter says. Petrus zegt. Unto you he has been given. Aan u is hij gegeven. Not only to you. En niet alleen aan u. But also to your children. Maar ook aan uw kinderen. And to all who are far off. En allen die van verre zijn. The Holy Spirit. De Heilige Geest. Is given to us. Is gegeven aan ons. As a gift. Als een gave. The promise of the Father. De belofte van de Vader. We cannot experience nothing down here without him. Zonder hem kunnen we hier beneden niets ervaren. You see? Even Jesus. Zelfs Jezus. He opened the understanding of his disciples. Opent het verstand van zijn discipelen. In Luke 24. In Lucas 24. Before he was ascending back to the Father. Voor hij terugging naar de Vader. After he gave them so much teachings nadat, about himself. Nadat hij hen heel veel onderwijs over zichzelf had gegeven. From Moses. Vanuit Mozes. From the prophets. Vanuit de profeten. And from the Psalms. En de psalmen. That's in Luke 24. Dat is in Lucas 24. He opened their understanding. Hij opende hun het verstand. Luke 24:45. Lucas 24 vers 45. So they can understand the scriptures. Zodat ze de schrift konden begrijpen. And then suddenly in verse 49. En dan ineens in vers 49. He said, but go in Jerusalem. Hij zei, maar ga naar Jeruzalem. Wait there. En wacht daar. Tarry there. Blijf daar wachten. For the promise of the Father. Op de belofte van de Vader. Which is the Holy Spirit. Dat is de Heilige Geest. And he'll come upon you. Hij zal op je komen. And when he comes upon you, en als hij op jullie komt, then you're ready, dan ben je klaar to represent me. Om mij te vertegenwoordigen. But you gotta wait there, maar je zult moeten wachten until you be endued with power from on high. Tot je bedouwd wordt met die kracht van omhoog. Filled with the word again. Weer vol van het woord. He opened their understanding. Hij opende hun verstand. Filled their hearts with the word. Vulde hun hart met het woord. Made them rich in the word. Maakte hen rijk in het woord. And then he tells them, en dan zegt hij tegen hen, oh, I'm opening your understanding. Ik open jullie verstand. You gotta understand the scriptures. Want je moet de schrift goed begrijpen. And now you're ready. Nu zijn jullie klaar. To go in Jerusalem. Om naar Jeruzalem te gaan. And wait there. En daar te wachten.
To be endued with power. Zodat je bedaald kunt worden met kracht. From on high. Van omhoog. From the promise of the Father. Van de belofte van de Vader. Which is the Holy Spirit. Dat is de Heilige Geest. He will come upon you. Hij zal op je komen. Now, the Holy Spirit. De Heilige Geest. Is so important in this message. Is heel belangrijk in deze boodschap. Because I have read many times Romans 8 and 9. Want ik heb vaak Romeinen 8 vers 9 gelezen. Please look at it in your Bibles. Kijk weer even mee in de Bijbel. But you are not in the flesh, but in the spirit, if so be that the spirit of God dwells in you. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Tenminste, wanneer de Heilige Geest van God in u woont. And this last part is so important. En dat laatste deel van dat vers is heel Now, belangrijk. If any man have not the spirit of Christ, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, he is none of his. Die is niet van hem. So the Holy Spirit, dus de Heilige Geest, the spirit of Christ, de geest van Christus, if he is not in us, als hij niet in ons is, if we don't possess, he don't possess us, als hij ons niet in bezit heeft, we do not belong to Christ at all. Zijn we helemaal niet van Christus. And if you don't belong to Christ. En als jij niet van Christus bent. How on earth are you going to experience the divine, unshaken, without no fluctuation, power of God's love? How are you going to experience it? Hoe ga je dan ooit die kracht van Gods liefde ervaren, hè? Die onwankelbaar is, die geweldig is? You cannot experience it. Dan kun je dat niet zelf ervaren. The power of the love of God. De kracht van de liefde Because van God. Because it's by the Holy Spirit. Want het is door de Heilige Geest. Not the talking about the Holy Spirit. Niet praten over de Heilige Geest. The experience of the Holy Life. Maar zelf ondervinden dat je een heilig leven hebt. The inward holiness. Heiligheid aan de binnenkant. That expresses itself on the outside. Wat aan de buitenkant naar buiten toe ook zichtbaar wordt. And that holiness will bring conviction to all the powers of darkness around your life. En die heiligheid in jou, die brengt overtuiging bij alle duisternis om je heen. It will help you that your life will be in total contrast to the wicked. Het zal je helpen om in volkomen contrast te staan met de goddeloosheid. And your entire life. En jouw hele leven. Will convict them of their sins. Door jouw leven zullen zij overtuigd worden van hun zonde. I think it's very clear what I'm saying here. I think it's very clear. Volgens mij is dat duidelijk. Of niet, Hans? Ja. Of niet? You imagine, how can you enjoy the love of God? Hoe kun je nou de liefde van God hebben? The real outpouring. Die echte uitstorting. The love that is so wide. De liefde die zo breed is. So deep. Zo diep. So high. Zo hoog. I always say, the love of Jesus is so high. Ik zeg altijd, hè, de liefde van Jezus is zo hoog. To protect us. Waardoor we beschermd worden. So Satan himself cannot pass over and touch our lives. Satan zelf kan er niet overheen om aan ons leven te komen. I don't believe in this teaching. Ik geloof niet in die leer. God loves us no matter what you do. God houdt van ons, maakt niet uit wat je doet. I do not believe in it. Ik geloof er niet in. Do you know why? Weet je waarom? Because it's a lie. Want dat is een leugen. That's why I can't accept it. Daarom kan ik het niet accepteren. God does not love us regardless of what we do. God houdt niet van ons ongeacht wat we doen. His love will be there. Zijn liefde is er wel. He is love. Hij is liefde. But are we enjoying? Maar hebben wij daar iets aan? Like the prodigal son. Zoals die verloren zoon. Everybody knows the story. Iedereen kent dat verhaal. Luke 15. Lucas 15. The guy rises up. Die man komt in opstand. Rebels against his earthly father. Opstandig tegen zijn aardse vader. Don't want to submit no more. Wil zich niet meer onderwerpen. Want all his inheritance. Wil zijn hele erfenis hebben. Runs away from home. He, loopt weg van huis. Runs out of the love of his father's hand. Weg uit de liefhebbende armen van zijn vader. And goes to live a riotous lifestyle. Hij gaat een losbandig leven leiden. And he ends up with the pigs. Hij eindigt bij de varkens. He ends up as working for the pig owner. Hij eindigt, hè, met werken voor de eigenaar van de varkens. And the Bible says he could not even eat the food of the pigs. De Bijbel zegt hij mocht niet eens het varkensvoer eten. Until he rose up. Totdat hij opstond. And he said, en zei. What's going on here? Waar ben ik mee bezig? You think he had any love on him then? Denk je dat hij iets aan de liefde had op dat moment? He went out of the loving hands of the Father. Hij stapte uit die liefhebbende handen van de Vader. He had to rise up.
Hij moest eerst opstaan. And recognize. Erkennen. What a backslider he became. Wat een afvallig hij geworden was. The servants of my father are greater than me right now. De knechten van mijn vader hebben het beter dan mij nu. I better rise up. Laat ik nu opstaan. And go back home. En weer naar huis gaan. And he said, I have sinned against heaven. Hij zegt, ik heb tegen de hemel gezondigd. And against my father. En tegen mijn vader. And from afar. En uit de verte. The loving father. Die liefdevolle vader. Saw him coming from far. Zag hem vanuit de verte al aankomen. And the father waited. En de vader wachtte. For him to come closer. Tot hij dichterbij kwam. And then he ended up in the arms of the father. En toen eindigde hij weer in de armen van de vader. And he confessed. En hij beleed. His sin. Zijn zonde. And how he backslid. Hoe hij was afgevallen. How he was among the pigs. Hoe hij bij de varkens was. And the father said, en de vader come zei, my son who was dead is alive again. Kom maar mijn zoon die dood was, maar nu weer levend is geworden. Put shoes on his foot. Geef hem schoenen. Put rings on his, ring on his finger. Een ring aan zijn vinger. And made a feast. En maakte een feest. And he said, my son that was lost is back. He was dead and he's alive. Hij zei, mijn zoon die verloren was is teruggekeerd. En mijn zoon die dood was leeft weer. And now he's back in the arms of the loving father. Nu is hij weer terug in die liefhebbende armen van de vader. I believe everything in the Lord has to grow. Ik geloof dat alles in de Heer moet groeien. I think we need... Really need the Spirit of Christ. Ik geloof dat we werkelijk de Geest van Christus nodig hebben. Because if we do not have the Spirit of Christ, Romans 8:9 declares. Want als wij de Geest van Christus niet hebben, hè, volgens Romeinen 8 vers 9. We do not belong to him. Zijn we dan niet van hem? That means we are not going to experience all the things that God gave to us freely together with Christ. Dat betekent dat we dan alles wat God ons gegeven heeft in met Christus, daar hebben we dan niks aan. We cannot experience it. Want we ondervinden het niet. We will not be able to live in them. Dan kunnen wij er niet in leven. Do you remember when Israel came out of Egypt? Weet je jullie nog toen Israël uit Egypte kwam? There was a place where they disobeyed God. Er was een plaats waar ze ongehoorzaam waren aan God. What did God do to them? En wat deed God met hen? He let them wander. Hij liet hen dwalen. In the wilderness. Ronddwalen in de woestijn. They were not going nowhere. Ze gingen nergens naartoe. They were still the people of God. Ze waren nog steeds het volk van God. In their rebellion. In hun rebellie. In their hard hearts. In hun verharde harten. And he allowed them to wander around in the wilderness. Hij liet hen gewoon in de woestijn ronddwalen. Going nowhere. Nergens op weg naartoe. Saul the king. Saul de koning. Disobeyed God twice. Twee keer ongehoorzaam aan God. God took away the kingdom from him. God nam het koninkrijk van hem af. He still stayed the king. Hij bleef nog wel koning. But Saul went so far away from God. Saul dwaalde zo ver van God af. He was still so-called anointed. Hij was nog steeds zogenaamd gezalfd. Because many times David could have killed him. Want vaak had David de gelegenheid om hem te doden. And David said no. Maar David zei nee. Don't touch the Lord's anointed. Raak de gezalfde van de Heer niet aan. Because God told David. Want God zei tegen David. You are not going to touch him. Jij blijft van hem af. I will deal with Saul. Ik reken zelf met Saul af. Can you imagine? Kun je voorstellen? He is God. Hij is God. He allowed Saul to be king. Hij liet Saul gewoon koning blijven. Even when he fell away. Zelfs toen hij al was afgevallen. He already had Samuel anointed David as king. Samuel, hij had Samuel David al als koning laten zalven. And but Saul still remained in the office of a king. Maar Saul was nog steeds in het ambt als koning. And God does that. Dat doet God, hè? God does mysterious things. God doet mysterieuze dingen. You see? And did God love Saul so much after that? En had God Saul zo lief daarna? I don't think so. Volgens mij niet. Because God told Samuel. Want God zei tegen Samuel. I am sorry. Ik heb er spijt van. That I made Saul king. Dat ik Saul als koning aanstelde. Did you hear what I'm saying here? Yeah. God was sorry. God had berouw. When Samuel saw how Saul disobeyed God and Samuel zag hoe Saul ongehoorzaam was. The Bible says Samuel cried all night. De Bijbel zegt dat Samuel de hele nacht huilde. And God told him, why are you crying? En God zei tegen hem, waarom huil je zo? Get down there and anoint
Jesse's son to be king instead of Saul. Ga weg en zalf de zoon van Isaï als koning in plaats van Saul. I am sorry that I made that man king. Ik heb een berouw van dat ik die man tot koning heb aangemaakt. That's in the Bible. Dat staat allemaal in de Bijbel. It's in the book of Samuel. Dat vind je in het boek Samuel. Read through those things you see. Lees door die dingen heen, dan zie je het ook. And we learn from them. Daar leren wij van. So when people go around talking about the love of God. Dus als mensen rondgaan en praten over de liefde van God. I question it. Zet ik daar vraagtekens bij? Because we need the Holy Spirit. Want we hebben de Heilige Geest nodig. First of all, in de eerste plaats, to pour out the love of God in our hearts. Om de liefde van God in ons hart uit te storten. But you need to have the Holy Spirit. Maar dan moet je wel de Heilige Geest hebben. Living in you. Die moet wel in je wonen. Before he can pour out the love. Voordat hij ook die liefde kan uitstorten. And to assure you. En je de zekerheid kan geven. How much God loves you. Over hoeveel God van je houdt. And the Spirit of Christ. En de Geest van Christus. Romans 8, 9. Romeinen 8, vers 9. If we don't have him, als we hem niet hebben. We don't belong to him. Zijn we ook niet van hem. So we hear about the love of God. Dus we horen over de liefde van God. But how much is that power on us? In hoeverre is die kracht in ons? Because the love of God never fluctuates. Want de liefde van God, die gaat niet op en neer. Into circumstances. He? It doesn't change. He? Nagelang de omstandigheden. Nee, liefde verandert niet. It doesn't change with our trials. Dat de liefde verandert niet in onze beprovingen. It doesn't change when God sees that we need discipline. Verandert niet als God ziet dat we wat discipline of bestraffing nodig For hebben. Who he loves. Want wie hij lief heeft. He chastens. Bestraft hij. He rebukes. En brengt die discipline bij. And he wants to see repentance. Hij wil berouw en bekering zien. So his presence can come inside of us. Zodat zijn aanwezigheid weer in ons kan komen. And make us overcomers. Waardoor wij overwinnaars kunnen zijn. Like he did to the church of Laodicea. Zoals hij deed bij de gemeente van Laodicea. I am not against preaching and teaching about the love of God. Ik ben niet tegen preken. Over en onderwijs geven over de liefde van God. But do we realize, maar beseffen wij wel that everything in the Bible demands obedience. Dat alles in de Bijbel dat daar gehoorzaamheid voor geëist wordt. All the blessings of God. He, om alle zegeningen van God te hebben. En de hele gunst van God. Stands strong in our lives. Als we dat sterk in ons leven willen hebben. As we obey God. Dat gebeurt alleen als we God gehoorzamen. As we walk holy. En heilig wandelen. And righteous before God. En rechtvaardig voor Gods aangezicht. He'll bless us. Dan zegent hij ons. And he'll surround us. En omringt hij ons. With his favor. Met zijn gunst. As a shield. Als een schild. That's Psalm 5 verse 12. Dat is Psalm 5 vers 12. God blesses the righteous. God zegent de rechtvaardigen. And with favor. En met gunst. He surrounds them. Omringt hij hen. Like a shield. Als een schild. We need to see the conditions. We moeten ook de voorwaarden zien. In the Bible. In de Bijbel, hè? I see God the Father's love so strong. Ik zie de liefde van God de Vader heel sterk. That he has given to us. Mm-hmm. His very best. Zo sterk dat hij ons gegeven heeft het beste wat hij heeft. If you have forgotten this, als je dit vergeten bent, then I'm reminding us again. Dan breng ik het je weer te binnen. God Almighty, God de Almachtige, has given to us, heeft aan ons gegeven his best. Het beste wat hij heeft. There is nothing else coming after Jesus. Er is niks beters dan Jezus. There is nothing better coming after Jesus. Na Jezus komt er niks beters. Jesus is the way, the truth. And the life. Jezus de weg, de waarheid, het leven. He is everything. Hij is alles. In him is life. In hem is leven. All the riches. Alle rijkdom. Spiritual blessings. Geestelijke zegen. Is in Christ. Is in Christus. That's what we need. Dat hebben we nodig. Oh my Father, help me. Oh my Father, help me. Oh my Father, help me. I'm reading Romans 8:32 one more time. Nog een keer, Romeinen 8, vers 32. He who did not withhold or spare his even his own son, but gave him up for us all, will he not also with him freely and graciously give us all other things? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, zal hij ons ook niet met hem alle andere dingen schenken?
all other things. Alle andere dingen. Let's look at what Paul told the church of Corinthians in 1 Corinthians chapter 2, verse 12, verse 9. 1 Corinthians 2, verse 12, sorry, let's say. 1 Corinthians chapter 2, verse 9 down to 12. 1 Corinthians 2, verse 9 tot 12. Okay, that's it. Let's go. Okay, I'm reading. Yeah. But as it is written, eye has not seen nor ear heard, neither have it entered into the heart of man, the things that God has prepared for them that love him. Maar het is zoals geschreven staat, vers 9, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Yeah. Dat is alles wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Vers 10, but God has revealed them unto us by his spirit. For the spirit of God searches all things, yes, the deep things of God. Vers 10, aan ons echter heeft God het geopenbaard. Door zijn geest. Mm-hmm. De geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepte van God. For what man knows the things of a man, save the spirit of man. So, which is in him, question, that even so the things of God, no man knows, but the spirit of God. Vers 11, want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens? Die in hem is, zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Now verse 12 is actually the verse that I wanted to hit, but I didn't want to read it alone like that. Vers 12 is eigenlijk het vers waar ik bij aan wilde landen, maar ik wilde niet zomaar loslezen. Now I want to read it. Please let me read it quickly. Now we Christian saints of God, believers, wij gelovige christenen, de heiligen van God, have received not the spirit of the world, hebben niet ontvangen de geest van de wereld, but the spirit which is of God, maar de geest die uit God is. For what? What is the purpose? Waarvoor? Wat is het doel? To have the spirit of God. Waarvoor hebben we de geest van God? And not the spirit of the world. En niet die geest van de wereld. Let me just stand still right here. Even hier stilstaan, ja? It says. Er staat. And I may stay here for a while now in verse 12. En misschien blijf ik wel even hier bij vers 12. We have received not. We hebben niet ontvangen. The spirit of the world. De geest van de wereld. My goodness. When I look at some Christians. Als ik kijk naar sommige christenen. How close they be to the worldly things. Hoe dichtbij ze zijn bij de wereldse dingen. Huh? Their lifestyle. Hun levensstijl. Their dress. Hoe ze zich kleden. Their talk. Hoe ze praten. Then I question. Dan heb ik vraagtekens. Do they have the Holy Spirit? Hebben zij de Heilige Geest? I remember one time I was with Pastor Tisha. Ik weet nog dat ik een keer bij Pastor Tisha was. And Brother Robert. Broeder Robert. In Curaçao. In Curaçao. And a man that said he was a Christian started to talk outside the church building where I preached. Dat is een man die zei dat hij christen was. Hij begon buiten de kerk begon hij te praten, hè, waar ik gepreekt had. And Tisha turned around. Tisha keek om. And she said, Dad. Ze zei, pa. Is that man a Christian? Is die man wel een christen? I remember it right now. Ik zie het zo voor me. But you can hear him talk about the Bible. Maar je kan hem ook over de Bijbel horen praten. But there is some things that was coming out of him. Je kunt hem ook over de Bijbel horen praten, maar er kwamen sommige dingen in zijn mond uit. That Tisha. Waardoor Tisha. Asked me. Aan mij vroeg. And she was right. En ze had gelijk, hè? She was right on target. Hè? Ze zat helemaal raak. She said, "Is that man a Christian?" Is die man een christen? And so we will find that today. En dat zie je vandaag ook. We need to be in total contrast. Wij moeten in totaal contrast to the wicked. Met de goddelozen. We have to have the life-giving Holy Spirit on us. De levendgevende of de levendmakende Heilige Geest, die moet op ons zijn. And nothing to do with the spirit of the world. Now we verse 12 says, Antje. Vers 12 zegt. Now we have received not the spirit of the world. We hebben niet ontvangen de geest van de wereld. We don't have nothing to do with the filthiness of that world. We hebben niks te maken met de vuiligheid van die wereld. Nowhere in our lives. Nergens in ons leven. No worldly pleasure above God. Geen werelds vermaak boven God. No friendship with that world. Geen vriendschap met de wereld. We need to come to the place like Jesus. Op het punt komen net als Jezus.
Jezus. What Jesus said in John 7:7. Wat Jezus zei in Johannes 7:7. He told his brethren. Hij zei tegen zijn broers. When he was on the way to the Feast of Tabernacles. Toen hij op weg was naar het Loofhuttenfeest. He said the world cannot hate you. Hij zei de wereld kan jullie niet haten. But me it hates. Maar mij haat hij. Because my life. Omdat mijn leven. Is exposing the world. Door mijn leven wordt de wereld ontmaskerd. For their wicked ways. Vanwege hun goddeloze wegen. Did you hear that? Heb je dat gehoord? Do you understand the Bible? Begrijp je de Bijbel? Do we take these things serious? Nemen wij deze dingen serieus? Or do we take it light? Of nemen we het lichtvaardig op? With the worldliness. Met alle wereldsgezinnen. With the worldly lust. De wereldse begeerte. With the practices of this world. Met wat de wereld allemaal doet. We have not received the spirit of the world. We hebben niet ontvangen de geest van de wereld. If you and I. Als jij en ik. Want the love of God. Willen dat de liefde van God. The supernatural love of God. Die bovennatuurlijke liefde van God. To be poured out strong in our life. Dat die sterk over ons leven wordt uitgestort. Where God gives us all his attention. Waar God ons al zijn aandacht geeft. Where he intervene in all our affairs. Waar hij alles voor ons doet, op welk gebied dan ook. Where all things work together for those who love God. Work together for good, you mean? Where all things work together for good for those who love God. I said it. Ja, je skipt een woord. All things work together for good for all those who love God. Hij alles doet meewerken ten goede voor wie God lief heeft. So no matter what circumstance comes. Dus maakt niet uit welke omstandigheden komen. Where the money is no longer in the bank. Al staat er geen geld meer op de bank. Where I don't know where I'm going to get my salary from. Weet ik niet waar mijn salaris vandaan komt. He will work it out. For good. Hij zal het ten goede uitwerken. Because I have not the spirit of the world. Omdat ik niet de geest van de wereld heb. But the spirit of God. De geest van God. I am sure I have him. Ik weet zeker dat ik hem heb. And then when that spirit is of God. Wanneer die geest van God is. Verse 12. Vers 12. It says that we might know. Opdat wij weten. That we might know. Dat we zouden weten. We are sure. We weten het zeker. That we get the things. That are freely given to us of God. De dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Verse 12 in the Amplified Bible. Vers 12 in de Amplified, de uitgebreide vertaling. Oh God, now we have not received the spirit that belongs to the world. Nu hebben we niet ontvangen de geest die van de wereld is. But the Holy Spirit who is from God. Maar de Heilige Geest die van God is. Given to us. Die is aan ons gegeven. That we might realize. Opdat wij zouden beseffen. And comprehend. En kunnen bevatten. And appreciate. En ook waarderen. The gifts. De gaven of divine favor. Hè, van de goddelijke gunst. And blessing. En zegen. So freely. Die ons zo genadig. Bestowed on us by God. Geschonken zijn door God. All the inheritances. Alle erfdelen. Of God. Van God. Will be poured out on our lives. Zullen over ons leven worden uitgestort. Freely. Genadig. The love of God is. De liefde van God is. The power of God's love. De kracht van Gods liefde. Is that he gave us his very best. Is dat hij ons het beste heeft gegeven wat hij had. There is nothing else. No plan of God coming after Jesus. Er is niks anders. Geen nieuw plan van God na Jezus. The Bible says. De Bijbel zegt. In Hebrews 10:14. Listen to it. Hebreeën 10 vers 14. Luister maar. By one sacrifice. Door één offerande. Christ has perfected us. Christus ons volmaakt. Forever. Voor eeuwig. All those who live the sanctified life. Allen die geheiligd zijn of die het geheiligde leven hebben. Once only. Eenmaal. Jesus died. Is Jezus gestorven. Once the Father gave. Eenmaal gaf de Vader. His Son. Zijn Zoon. And with His Son. En met zijn Zoon. He gave us. Heeft hij ons gegeven. Already done. Is al gebeurd. Already done. Is al gebeurd. Oh. Alle dingen. And the Spirit of the Lord, en de geest van de Heer. Which many claim to have, waarvan velen beweren dat ze hem hebben. If we have him, als we hem werkelijk hebben. Then we have a very holy life. Dan hebben we een zeer heilig leven. And when we have that holy life, als wij dat heilige leven hebben. We cannot even stop God, kunnen we God niet eens tegenhouden. From bestowing upon us, om over ons uit te storten.
all things. Alle dingen. Freely. Genadig. Given unto us. Is het aan ons gegeven. We will not be wandering around in the wilderness. Dan zijn wij niet in de woestijn aan het rondwalen. Going nowhere. Nergens op weg naartoe. But we will rise. Maar dan staan we op. And grow in Christ. En groeien wij in Christus. And enter into our inheritances. En komen we dan in onze erfdelen. As spiritual people. Als geestelijke mensen. One of the greatest things that God blessed us with. Een van de grootste dingen waarmee God ons gezegend heeft. Let me go there and then I'll get back to 1 Corinthians 12, okay? 2, you mean? Sorry, 1 Corinthians 2, thank you. Yeah. Let me go to Ephesians 1. Efeze 1, dan komen we zo weer terug bij 1 Corinthians 12. Ja, yeah, look at Ephesians 1, ja? Yeah? Efeze 1. This is just a little side dish. Ja, eventjes een omweggetje. A side dish. Mm-hmm. Eventjes een bijgerechtje. Ja, een bijgerechtje, ja. In Ephesians 1:3 we read. En we lezen in Efeze 1 vers 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Who has blessed us. Die ons gezegend heeft. With all spiritual blessings. Met alle geestelijke zegen. Spiritual blessing. Geestelijke zegen. In heavenly places in Christ. In de hemelse gewesten in Christus. Can I please read it in Amplified? Ik wil dit lezen in de Amplified. May blessing. Mogen de zegen. Praise. De lof. Laudation. That means do it loud. Like me. Do it loud. You know. Luid, ja. Bless okay. God loud. Zegen God, hè. Breng hem lof. May the blessing of God come loudly upon us. Mogen de zegen van God, hè, luid over ons komen. Be to God, our Father and our Lord Jesus Christ, the Messiah. Of gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Messias. Who has blessed us in Christ. Die ons gezegend heeft in Christus. With every spiritual given by the Holy Spirit blessing. Met alle geestelijke zegen die door de Heilige Geest is gekomen. The Amplified said, every spiritual given by the Holy Spirit blessing. Elke geestelijke zegen die door de Heilige Geest is gegeven. So what did God do in his love? Wat deed God in zijn liefde? He didn't spare his own son. Heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Willfully gave him up for us all. Heeft hem genadig voor ons gegeven. And with his son Jesus. En met zijn zoon Jezus. Which is the best. Dat is het beste wat hij heeft. He gave us together with Christ. Heeft ons ook nog eens met Christus gegeven. All things. Alle dingen. And the Holy Spirit comes. En de Heilige Geest komt. And says, you know what? En zegt, weet je? If you hold on to me. Als je bij mij blijft. And no participation with the spirit of the world. En niet meedoet met de geest van de wereld. I, the Holy Spirit. Zal ik, de Heilige Geest. Will give you. Je geven. Freely. Genade geven. All things. Alles. That God has given. Die God gegeven heeft. Spiritual blessings. Namelijk geestelijke zegen. Spiritual riches. Geestelijke rijkdom. Spiritual blessings. Geestelijke zegen. Given by the Holy Spirit. Gegeven door de Heilige Geest. We just read that in the Amplified Bible. We hebben het gelezen in de Amplified vertaling. Now, the entire first chapter of Ephesians. Het hele eerste hoofdstuk van Efeze. Is filled with these spiritual blessings. Is vol met deze geestelijke zegen. That God wants to give to us. Die God ons wil geven. By the Holy Spirit. Door de Heilige Geest. I'm going to touch only one here now. En ik wil het over eentje nu hebben. It's right there in verse 4. Hier, in vers 4. I'll just read it to you. Ik zal het voor je lezen. According as God has chosen us in Him. Mm-hmm. Translate that. Zoals God ons uitverkoren heeft in Hem. Before the foundation of the world. Voor de grondlegging van de wereld. Ja. Yeah. That we the saints. Opdat wij de heiligen. Should be holy. Heilig zouden and zijn. And without blame. En smetteloos. Before him in love. Voor hem zouden zijn in liefde. That's what God gives us in spiritual blessings. Dat is echt wat God ons geeft in die geestelijke zegen. That's one of the spiritual blessings given by the Holy Spirit. Dat is één van de geestelijke zegeningen die God ons geeft in de Heilige the Geest. The richness.
De rijkdom. That God has given us with Christ. Die God ons gegeven heeft met Christus. In his love. In zijn liefde. He chose us. Heeft ons uitverkoren. Before the foundations of the world. Voor de grondlegging van de wereld. That we should be holy. Opdat we heilig. And without blame. En smetteloos. Before him in love. Voor hem zouden zijn in de liefde. Completely set apart. He, compleet apart gezet. Consecrated. Geheiligd. Blameless. Smetteloos. In his sight. Voor zijn aangezicht. Above reproach. Niets op aan te merken. Before him in love. Voor hem in de liefde. That's exactly John the Baptist, earthly father, declared in Luke 1. Turn to Luke 1. Dat is precies wat de aardse vader van Johannes de Doper zei in Lucas 1. Laten we dat even opzoeken. When he prophesied. Toen hij profeteerde. In Luke 1, from he started to prophesy in verse 60. Let me see. Verse 67. In vers 67 begint hij te profeteren. Zacharias was filled with the Holy Ghost. Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. And prophesied saying. En profeteerde en hey, zei. You want to hear a good prophecy? Hey, wil je een goede profetie horen? This is one of them. Dit is er eentje. It cannot fail. Deze kan niet falen. Like what the personal prophecies do. Zo, wat er wel gebeurt met de persoonlijke, al die persoonlijke profetieën. Which God did not speak. Die God niet gezegd This heeft. One God speaks. Ja, deze spreekt God uit. And he fulfilled it. En hij heeft het ook vervuld. And it comes to pass. En het gebeurt. Aha. So this is what we gotta hold on to. Dus hier moeten we ons aan houden. The living written word. Het levende geschreven woord. Zacharias starts to prophesy in verse 67. Zacharias begint te profeteren in vers 67. Filled with the Holy Ghost. Vervuld met de Heilige Geest. And starts to prophesy. En begint te profeteren. Blessed be the Lord God of Israel. Gezegend zij de Heer, de God van Israël. For he has visited. Want hij heeft omgezien. And redeemed his people. Naar zijn volk en er verlossing voor tot stand gebracht. He goes on prophesying. En hij profeteert nog verder. Let me just not make it too long. Ik wil het niet te lang maken. Just go to verse 71. Laten we meteen kijken even in vers 71. That we should be saved from our enemies. Namelijk verlossing van onze vijanden. And from the hand of all that hate us. En bevrijding uit de hand van allen die ons haten. 72. To perform the mercy promised to our fathers and to remember God remembers his holy covenant. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vader en te denken aan zijn heilig verbond. He swears with an oath. Hij heeft gezworen met een eed. To our father Abraham. Aan onze vader Abraham. 74th verse. Vers 74. Watch this. That he would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies, might serve God without a fear. Om ons te geven dat wij verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. And how? Hoe? Verse 75. Komma, vers 75. In holiness. In heiligheid. And righteousness. En gerechtigheid. Before him. Voor hem. All the days of our lives. Alle dagen van ons leven. In holiness. In heiligheid. Righteousness. In gerechtigheid. Within his presence. In zijn tegenwoordigheid. All the days of our life. Alle dagen van ons leven. Look how long ago. Kijk hoe lang geleden. This man spoke this. Deze man dit heeft gezegd. By the Spirit. Door de Geest. And here in Ephesians 1. En hier in Efeze 1. We just looked at the spiritual blessings in Christ. We hebben net gekeken naar die geestelijke zegeningen in Christus. And we are talking about the love of God tonight. We hebben het over de liefde van God vanavond. How God's love is so powerful. Hoe Gods liefde zo krachtig is. That he said, you know what? Dat hij zei, weet je wat? What I'm going to do through my son. Wat ik ga doen door mijn zoon. By giving my son. Door mijn zoon te geven. And with my son. En met mijn zoon. Which is the best gift. Dat is de beste gave. I'm also making sure. Zorg ik ook. To give my people. Dat ik mijn volk. My church. Mijn gemeente. All things. Alle dingen geef. And he calls the Holy Spirit. En hij noemt de Heilige Geest. Which is the
Not the spirit of the world. Niet de geest van de wereld. But the spirit of God. Maar de geest van God. Comes within us. Komt in ons. And gives us freely. En geeft ons genadig. All the inheritances. Alle erfdelen. That God has given to us. Die God ons gegeven heeft. In Christ. In Christus. We are not going to be wandering like the Israelites. We zullen niet ronddwalen zoals de Israëlieten. Hearing about the promised land. We horen over het beloofde land. Hearing about the land of Canaan. Horen over het land Canaan. Without possessing them. Zonder het in bezit te hebben. But we're going to grow. Maar wij zullen groeien. In Christ. In Christus. And we're going to get richer. En we worden rijker. In the spiritual blessings. In de geestelijke zegeningen. And I told you tonight. En ik zei vanavond. One of the main spiritual blessings. Een van de grootste geestelijke zegeningen. That God has given us together with Christ. Die God ons gegeven heeft met Christus. Is in Ephesians 1:4. Is in Efeze 1 vers 4. He chose us. Heeft ons uitverkoren. Before the foundation of the world. Voor de grondlegging van de wereld. That we all should be holy. Opdat wij alle heilig zouden zijn. Pure. Dus rein. Without a blame. Smetteloos. Walking and living like that. Zo wandelen en leven. All the days of our lives. Al onze dagen. And Zachariah said, en Zacharia zei that we should serve God, opdat wij God zouden dienen in holiness, in heiligheid and righteousness, en gerechtigheid all the days of our lives. Alle dagen van ons leven. That all is given to us. Dat alles is ons gegeven. With the Christ. Met Christus. By the Holy Spirit. Door de Heilige Geest. All is given to us. Is alles aan ons gegeven. The things that have been freely given to us by God. Die dingen die genadig door God aan ons gegeven zijn. So when you preach and teach about the love of God. Dus als je predikt en onderwijs geeft over de liefde van God. I don't think we should preach it. Oh, God loves you. Dan denk ik niet dat we het op deze manier moeten spreken. Alsof je zegt, oh, God houdt van and je. And we go and sing a gospel. Song in the church. En dan gaan we een gospellied zingen in de kerk. Touching our emotions. Hè, waardoor onze emoties geraken. And the goosebumps comes up. Waar je kippenval van krijgt. And we say wow. En zeggen wow. God loves us. Oh, wat houdt God toch van ons. There is a lifestyle. Er komt wel een levensstijl. To be lived. To experience the real genuine. Unfluctuating direct love of God in our lives. Als je die liefde van de werkelijke, de ware liefde van God, die niet op en neer gaat, in je leven wilt ondervinden. And there's a lot of inheritances. En er zijn veel erfdelen. And things that God gives us. En dingen die God ons geeft. Freely. Genadig. Holiness. Heiligheid. Righteousness. Rechtigheid. A blameless life. Een onberispelijk spiritual leven. Spiritual blessings. Geestelijke zegeningen. Spiritual riches. Geestelijke rijkdommen. That is in our lives. Die in ons leven zijn. That no money can buy. Die niet met geld te koop zijn. No money can buy it. Niet met geld te koop. Ja, I'm going back to 1 Corinthians 2:12. We gaan terug naar 1 Korinthe 2 vers 12. Come, let's go. But we have not received the spirit of the world. Maar we hebben niet ontvangen de geest van de wereld. But the spirit of God. Maar de geest van God. That we might know. Opdat wij zouden weten. And experience. En ondervinden. The things that have been freely given unto us by God. De dingen die ons door God genadig geschonken zijn. So when I look at this verse. Dus als ik kijk naar dat vers. Then I have to realize. Dan moet ik beseffen. God is saying here. God zegt hier. We are under the teachings and influences of the Holy Spirit. Wij zijn onder het onderwijs en de invloed van de Heilige Geest. Our entire Christian life. Ons hele christenleven. Will be under the teachings and influences of the Holy Spirit. Zal onder het onderwijs en de invloed van de Heilige Geest zijn. I want to say that one more time. Yeah. If you and I have the Holy Spirit. Als jij en ik de Heilige Geest hebben. And he will show us, give us the knowledge. En hij geeft ons de kennis. Of all the things that God had given to us freely. Van alle dingen die God ons genadig heeft gegeven. Then our entire life. Dan zal ons hele leven. Will be under the teachings of the Holy Spirit. Onder het onderwijs van de Heilige Geest. Under his influences. En onder zijn invloed. We will experience him.
dan ervaren wij hem. Teaching us. Hoe hij ons onderwijst. Like Jesus said, he will teach us all things. Zoals Jezus zei dat hij ons alle dingen zal leren. And he will bring them back to our remembrance. En hij brengt ons weer te binnen. Jesus said it in John 14. Dat zei Jezus in Johannes 14. Now I don't want to read all that again. Dat hoef ik niet allemaal nu weer te lezen. Let me go through John 16 with you now. Nu ga ik naar Johannes 16. Go to John 16, 12 down to 15, please. Johannes 16, vers 12 tot 15. Come. John 16, 12 to 15. Johannes 16, vers 12 tot 15. Jesus came to a point with his disciples here. Jezus kwam op een punt met zijn discipelen. He's preparing them for his death. Hij bereidt hen voor op zijn dood. He's getting ready to pray in Gethsemane. Hij maakt zich klaar om in Gethsemane te gaan bidden. Which is in John 17 and 18. Om te bidden in Gethsemane, hè? Johannes 16 en 17. And in verse 12 here he says. Hier in vers 12 zegt hij. I still have many things to say to you. Ik heb jullie nog veel te zeggen. But you cannot bear them now. Maar nu kunnen jullie dat nog niet dragen. It's too much. Te veel. So, you know what? Dus weet je? Act on all the things I taught you already. Doe eerst maar iets met alles wat ik je nu tot nu toe geleerd heb. That's what he's saying there. Dat zegt hij eigenlijk. Go act on all the teachings I gave you while I was here 3.5 years. Doe nu iets met alles wat ik jullie geleerd heb terwijl ik bij jullie was deze 3 jaar. And then when you act on them. Als je daar iets mee doet. Then I can give you more. Dan kan ik je meer geven. But he said in verse 13. Maar in vers 13 zegt hij. However, when he, the spirit of truth has come. Wanneer hij komt, de geest van de waarheid. What is he going to do when he comes? Wat gaat hij doen als hij komt? He's going to guide you into all truth. Hij zal jullie de weg wijzen in heel de waarheid. For he will not speak on his own authority. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken. But whatever he hears, he will speak. Maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken. And if you don't look out. En als je niet oppast. He'll tell you things to come. Dan vertelt hij ook nog de toekomstige dingen. I'm so sorry, you know, all these things is a message. Al deze dingen zijn een boodschap op zich. But it's not a part of my subject. Maar dat hoort nu niet bij mijn onderwerp. So if I get into this. Dus als ik hier nu in duik. To teach about how the Holy Spirit comes and guides us into all truth. Hè? Als ik je nu ga leren hoe de Heilige Geest komt en je leidt in heel de waarheid. And talk about when he speaks not of his own authority. En als ik ga spreken over hoe wanneer hij spreekt, dat hij niet vanuit zijn eigen gezag spreekt. And tell you how he hears from God the Father. En je vertellen hoe hij van God de Vader hoort. And speak to us. En dat tegen ons zegt. That's a seminar right there. Dat is een hele seminar. And then he can tell us things that are going to happen in the future. En dat hij ons dingen kan vertellen die in de toekomst gaan gebeuren. That's a large subject. Dat is een heel breed onderwerp. But I want to stick to the subject. Ik wil nu bij het onderwerp blijven. That the Holy Spirit. Dat de Heilige Geest. Is the one. Degene is. That God gave. Die God gegeven heeft. To lead us in the knowledge. Om ons de weg te wijzen of te leiden in de kennis. Of, and live in the things that God gave to us freely. En leven in die dingen die God ons genade geschonken heeft. To experience them. Dat je het zelf ondervindt. Not just say God is love. Niet alleen maar zeggen God is liefde. But to experience. Maar je ondervindt het. All the inheritances. Alle erfdelen. That he has given us with Christ. Die hij ons met Christus gegeven heeft. And the Holy Spirit. En de Heilige Geest. Brings them to pass down here. He, brengt ze, laat ze hier gebeuren. Verse 14. He will glorify me. Die zal mij verheerlijken. He will take up what is mine and declare it to you. Want hij zal uit het mijne nemen en dat aan jullie verkondigen. That's a relationship. Dat is een relatie. With the Holy Spirit. Met de Heilige Geest. Where he brings messages and teachings to us and tell us things. Waar hij ons boodschappen brengt, hè? Hij leert ons van alles. Verse 15 says. Vers 15. All things that the Father has on mine, Jesus said. Jezus zei, alles wat de Vader heeft is van mij. He said the Holy Spirit. De Heilige Geest. Will take of what is mine. Zal uit het mijne nemen. And declare it to you. En het aan jullie verkondigen. That's full knowledge. Dat is volle kennis. No ignorance. Geen onwetendheid. Depth of the things that God gives us. Diepte van alles wat God ons gegeven heeft. I think the church needs a real baptism of the love of God. Ik geloof dat de gemeente een doop nodig heeft van de liefde van God. And take the simplicity. En de eenvoud neemt. That God did not speak.
spare his own son. Dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. You see, there were dispensations in the Bible. See, er zijn dispensaties in de Bijbel. God chose. God heeft ervoor gekozen. To have a garden of Eden. Om een hof van Eden te hebben. God chose. God koos ervoor. To make from a piece of mud he made Adam. Om van een stuk modder maakte hij Adam. Take the rib of Adam. Nam een rib uit Adam. Make his wife. Maakte zijn vrouw. Bring the wife to him. Bracht de vrouw bij hem. They become one flesh. Ze werden één vlees. There in the garden of Eden. In de hof van Eden. God went through a lot of ways even after when Adam sinned. Zelfs nadat Adam gezondigd had, nam God op veel manieren. He raised up Noah. Hij kwam met veel manieren. Hij deed Noah opstaan. He raised up Abram. En Abraham. He raised up Moses. En Moses. He raised up the prophets. En de profeten. He built the tabernacle. Hij bouwde de tabernakel. He took the kings. Nam koningen. The judges. Richters. He did everything. Heeft alles gedaan. And suddenly. En ineens. He says, wait a moment. Zegt hij, wacht eens even. These people did not experience all of my love yet. Deze mensen hebben nog niet alles van mijn liefde ondervonden. Now I'm gonna pour it out. Nu ga ik die uitstorten. By sparing not my own son. Door mijn eigen zoon niet te sparen. And God driven by that love. En God, terwijl hij gedreven werd door die liefde, prepares a body, bereidt een lichaam for his son, voor zijn zoon, to come down here, zodat hij hier kan komen, as it is written, gelijk geschreven staat in, the volume of the book, in de boekrol. I will go, Father, ik zal gaan, Vader, to do your will, en om uw wil te doen. Burnt offerings and sacrifices you did not desire no more. Brandoffers en slachtoffers hebt u niet meer gewild. It's not taking away the sins. Want die neemt de zonde niet weg. It's not really touching the people. Raakt de mensen niet echt. I got to go. Ik moet gaan. I got to do one sacrifice. Ik moet één offer brengen. One time. Eén keer. One entrance into your holy, holies of holies. Eén keer in uw heilige der heiligen binnengaan. To obtain. Om te verkrijgen. Eternal redemption. Eeuwige verlossing. Once and for all. Eens en voor altijd. By one sacrifice. Door één offerande. I will perfect the people. Zal ik de mensen volmaken. All those who live the sanctified life. Allen die dat geheiligde leven hebben. With the Christ. Met Christus. God gave us. Heeft God ons gegeven. All things. Alle dingen. Which millionaire can say that? Welke miljonair kan dat zeggen? Millionaires without God. Miljonairs zonder God. Christians who live double life. Christenen die een dubbel leven leiden. Christians who struggle to read the Bible. Christenen die zo'n moeite hebben om de Bijbel te lezen. Christians who are not steadfast in church. Christenen die niet standvastig zijn in de kerk. Christians who don't pray. Christenen die niet bidden. Who don't have communion with God. Die geen gemeenschap met God hebben. I tell you, when you love God, eerlijk, als je God lief hebt, you spend all day if you can with him. Dan zul je de hele dag met hem besteden als je kan. And the more you do that, en hoe meer je dat doet, the more he pours out more love. Des te meer stort hij nog meer liefde uit. I tell you, 1 Corinthians 2 verse 12 ons. 1 Corinthians 2 vers 12. It says that we might know. Daar staat op dat wij weten. The Spirit of God has been given to us that we might know. De Geest van God is aan ons gegeven opdat wij zouden weten. Our knowing is our power. Ons weten is onze kracht. Not our doubts. Niet onze twijfel. Not our uncertainties. Niet onze onzekerheid. Not our ignorance. Niet onze onwetendheid. But our knowing. Maar ons weten. Our personal knowing. Ons persoonlijk weten. What the Holy Spirit does. Wat de Heilige Geest doet. I thank the Holy Spirit Ik today. Dank de Heilige Geest vandaag. For his power. Voor zijn kracht. For when he preaches. Voor wanneer hij preekt. For when he teaches. Wanneer hij onderwijst. For when he heals. Voor wanneer hij geneest. For all the gifts of the Spirit. Voor alle gaven van de Geest. Words of wisdom. Woorden van wijsheid. Words of knowledge. Woorden van kennis. Speaking in tongues. In tongen spreken. Interpretation of tongues. He, uitleg van tongen, vertolken van tongen. The gift of faith. De gaven van geloof. The gift of miracles. De gaven van wonderen. All that is in the word. Dat vind je allemaal in het woord. But today, maar vandaag, on the subject of the love of God, in het onderwerp over de liefde van God, the Holy Spirit comes. De Heilige Geest komt. And makes the reality. En maakt de realiteit. That we can experience.
dat we kunnen ondervinden how much God loves us, hoeveel God van ons houdt. And find out, en ontdekken. And experience, en ervaren. The things that God gives to us freely. De dingen die God ons genade geeft. We are not going to be Christians. We zullen geen christenen zijn. Walking around in the wilderness. Die ronddwalen in de woestijn. Wondering when we are going to get that gift. En ons afvragen, wanneer krijgen we die gave? And we can see others blessed. En we zien hoe anderen wel gezegend zijn. Do you know when you study the word blessed? Als je kijkt naar het woordje gezegend. In the, when you look at the Amplified Bible and the word blessed. Ja, als je kijkt naar de Amplified Bible, waar je ziet dat we gezegend worden. It says there, blessed and fortunate. Daar staat gezegend, ofwel zalig en gelukzalig. And to be envied. En om jaloers op te worden. Is the man that loves the word of God. Is de man die het woord van God liefheeft. That delights daily in the word. Die zich dagelijks verlustigt in het woord. That meditates day and night in the word. Die dag en nacht mediteert of het woord overdenkt. So people who don't meditate. Dus mensen die het woord niet overdenken. Who don't read. Die niet lezen. Who don't spend time delighting in the word. Die geen tijd besteden aan het je verlustigen in het woord. How can they experience spiritual blessings? Hoe kunnen zij dan die geestelijke zegen ondervinden? And automatically they will see the ones who are blessed. En automatisch zullen ze degenen zien die wel gezegend zijn. Can you imagine God's people Israel because of their unbelief and disobedience and rebellion? Kun je voorstellen, Gods volk vanwege hun ongehoorzaamheid, hun ongeloof, hun opstandigheid. Ja. They wandered in the wilderness. Was de oorzaak dat ze ronddwaalden in de woestijn. Going nowhere. Nergens op weg naartoe. For 40 years. 40 jaar lang. Can you imagine? Kun je voorstellen? And way back, let's go, keep your hand at 1 Corinthians 2. Go to Deuteronomy 7 quickly, please. Deuteronomy 7, hou je hand bij 1 Corinthians 2. Remember, Deuteronomy is the extra law after Exodus. Deuteronomy zijn de extra wetten, hè, na Exodus. Ja. Yeah. So this is, I'm going to read this because this God demonstrated something very powerful here in Deuteronomy 7. Before Israel rebelled and... Voor Israël opstandig werd, liet God hier iets zien, hè, hier in Deuteronomy 7. Before they rebelled and everything. Voordat ze in rebellie, in opstand kwamen en al die dingen. Look at this. Moet je zien. Verse 1. Vers 1. When the Lord your God shall bring you into the land where you go to possess it and has cast many nations before you. He mentions all these names of the Ites. Mm-hmm. He calls them seven nations mightier than you. Vers 1. Wanneer de Heer uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. En hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft. Dan noemt hij een heleboel van die Iten op. En dan zegt hij daarover zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. And then he describes a lot of things from verse 2 and shall down to 6 that they should not have been doing, okay? En dan in vers 2 tot 6 beschrijft hij een heleboel dingen die zij niet moeten doen of waar zij niet aan moeten meedoen. They had to remove all idols. Alle afgoden moesten ze wegdoen. They had not to marry. Mm-hmm. Verse 3, you shall neither make marriages with them. Your daughter shall you not give unto his son, nor his daughter shall you take unto your son. No strange marriages. Dus geen vreemde, hè? Geen ongelijkspan, geen huwelijksbanden met hen aangaan met die afgoderij. Niet je zoon en je dochters met aan hen geven. When I say that now. Als ik dat zeg. I mean, today boys have girlfriend, you parents don't even meet the parents anymore. Ja, vandaag zie je dat jongens en meisjes hebben verkering. De ouders ontmoeten niet eens degene met wie ze verkering hebben. They say time changes. Dan zeggen ze de tijden zijn veranderd. Yeah, people change. Nee, mensen veranderen. Not this Bible. De Bijbel niet. You cannot change it. Die kun je niet veranderen. Uh-huh. That's not my subject. Let me go on quickly. Dat is niet mijn onderwerp. Dus verse 4. Vers 4. God said, if you do those things, they will turn away, for they will turn away your son from following me. That they may serve other gods, so will the anger of the Lord be kindled against you and destroy you suddenly. Wow. Want vers 4 zegt die God, want als je dat doet, hè, dan zouden ze uw zonen van mij achter mij laten afwijken, zodat ze andere goden gaan dienen. En de toorn van de Heer tegen u ontbrandt en hij u al snel helemaal wegvaagt. Let me see if I can put it like this, verse 5 also then. Vers 5. Thus shall you deal with them. Zo moet u met hen doen. You shall destroy their altars and break down their images
and cut down their groves and burn their graven images with fire. Zo moeten we het doen. We moeten hun altaren afbreken. Hun gewijde stenen moeten hun stukken slaan. Hè? Mm. Afgoden. Hun gewijde palen omhakken. En hun beelden met vuur verbranden. Now watch verse 6 carefully. Vers 6, hè? Kijk goed. For you are a holy people unto the Lord your God. Want u bent een heilig volk voor de Heer uw God. The Lord your God has chosen you to be a special people unto himself above all the people that are upon the face of the earth. Want u bent een heilig volk voor de Heer onze uw God. De Heer uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn die zijn persoonlijk eigendom is. Now all that was for me to come down to verse 7, 8 and 9. Dat alles, hè, om eigenlijk bij vers 7 tot 9 aan te komen. Because these things people hardly read them nowadays. Want tegenwoordig worden deze dingen nog amper gelezen. Look at verse 7. Vers 7. The Lord did not set his love upon you. Nor chose you because you were more in number than any people. For you were the fewest of all people. Want niet omdat u groter was dan al die andere volken heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Let me just stand here at verse 7 quickly again. Vers 7, hè? Watch this. Kijk. The Lord did not set his love upon you. De Heer heeft niet liefde voor u opgevat. Nor chose you. Of u uitgekozen. Israel. Because you were so bigger in number than any people. Omdat jullie groter in aantal waren dan al die andere volken. For you were the fewest of all people. Je was juist de kleinste van alle volken. But. Maar. Verse 8. Vers 8. Because the Lord loved you. Vanwege de liefde van de Heer voor u. And because he would keep the oath which he has sworn unto your fathers. En omdat hij de eed die uw vader gezworen had in acht wilde nemen. Has the Lord brought you out with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen. Daarom heeft hij u met sterke hand uitgeleid en heeft u verlost uit het slavenhuis. From the hand of Pharaoh, king of Egypt. Uit de hand van Farao, de koning van Egypte. If you don't remember anything till now. Als je niks meer weet van tot nu toe, als je niks kan onthouden. Just remember verse 7 and 8. Onthoud dan wel vers 7 en 8. Because it's talking about the love of God being poured out on the people of God Israel. Want dit gaat over de liefde van God die over het volk Israël uitgestort werd. Not because they were great. Niet omdat ze zo groot waren. Not because they were big. Niet omdat ze groot waren. Because met they veel. Were the fewest. Ze waren de kleinste. But the Lord loved them. Maar de Heer hield van hen. Because God, omdat God was looking at the oath. Keek naar de eed. Verse 8. Vers 8. Which he has sworn unto all your fathers. Die hij uw vader gezworen had. When he took them out of the Egypt. Toen hij hen uit Egypte haalde. Verse 9 says. In vers 9 staat. Know therefore. Daarom moet u weten. That the Lord your God. Dat de Heer uw God. He is God. Hij is God. The faithful God. De getrouwe God. Which keeps covenant. Die het verbond. And mercy. En barmhartigheid. With who? In acht neemt met wie? With them that love him. Voor wie hem liefhebben. And keep his commandments. En zijn geboden in acht nemen. To a thousand generations. Tot in duizend generaties. And verse 10. Vers 10. And he repays them that hate him to their face. Hij doet vergelding aan ieder die hen, van hen die hem haat. To destroy them. Door hem om te doen komen. Of te vernietigen. To destroy them, my Bible says here. Ja, door hem om te doen komen. Dat is vernietigen. Ja. He will not slack. He will not be slack to him that hates him. Hij zal niet aarzelen tegenover wie hem haat. He will repay him to his face. Maar hij zal hem persoonlijk vergelding doen. And it ends with 11. En vers 11. Daar eindigt. You shall therefore keep the commandments and statutes and the judgments. Which I command you this day to do them. Daarom moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied in acht nemen door ze te houden. I went back there in Deuteronomy 7. Ik ben teruggegaan naar Deuteronomium 7. To just explain how God loved Israel. Gewoon om uit te leggen hoeveel God van Israël hield. In Deuteronomy 7. In Deuteronomium 7. But when we read. Maar als wij lezen. When they disobeyed God. Dat als ze ongehoorzaam waren aan God. When they rebelled. Als ze opstandig werden. When they complained. Als ze begonnen te klagen. When they wanted what they want. Als ze wilden wat ze wilden. When they spoke against Moses. Als ze zich
tegen Mozes uitspraken en tegen God. What did God do? Wat deed God dan? He brought judgment. Dan kwam hij met zijn oordeel. Why don't we want to hear about that? Waarom willen we dat niet horen? I think if we read those things, ik denk dat als wij die dingen lezen and see the seriousness of God, en zien hoe serieus God is, then we will serve him much better. Dan zullen we hem nog beter dienen. Amen. Everybody shouted amen. Iedereen riep amen, hè? First Corinthians 2:12. We are looking at the Holy Spirit. We kijken naar de Heilige Geest. The one who poured out the love of God in our hearts. Degene die de liefde van God in ons hart uitstort. And if he's living in us. Als hij in ons woont. We will know. Zullen we weten. We will know. Dan weten we. The things that are freely given to us by God. Die dingen die ons genadig door God gegeven zijn. Because the Holy Spirit. Want de Heilige Geest. Is given to us. Is aan ons gegeven. That we might understand. Opdat wij zouden begrijpen the favors, de gunst that God has given us in the gospel, die God ons gegeven heeft in het evangelie. I'm going to go 1 Corinthians 2:12, stay there for a bit. Hou je hand bij 1 Korinthe 2 vers 12 nog. Look at 1 John chapter 2 quickly. En kijk snel even in 1 Johannes 2. 1 John chapter 2. 1 Johannes 2. My goodness. Wow. The Lord help us to understand everything. Vers 20. It says in the normal Bible here. In de gewone vertaling staat. But you have an unction from the Holy One, and you know all things. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. That unction is the Holy Spirit. De zalving is de Heilige Geest. You have been anointed. U bent gezalfd. You have been given an unction. Aan u is een zalving gegeven. From the Holy One. Van de Heilige. And you know all the truth. En u weet heel de waarheid. Or you know. Of u weet. All things. Alles. This is the Holy Spirit. Dit is de Heilige Geest. Given to a believer. Die gegeven wordt aan een gelovige. To have knowledge. Waardoor je kennis kunt hebben. To know all things. Waardoor je alles kunt weten. Especially. Vooral. The things that are freely given to us by God. Die dingen die ons genade gegeven zijn door God. God is a giving God. God is een God die geeft. God's love drove him. Door Gods liefde werd hij gedreven. To give. Om te geven. The best. Het beste wat hij had. Emmanuel. Emmanuel. Prince of Peace. Vredevorst. Jesus Christ. Jezus Christus. Lord of Lords. Heere der Heeren. Our Master. Onze Meester. He gave him to us. Heeft hem aan ons gegeven. And with him. En met hem. He already gave us. Heeft hij ons al gegeven. Freely. Genadig. All things. Alles. And the Spirit of Christ. En de Geest van Christus. Who is given to us. Die aan ons gegeven is. Will reveal to us. Zal aan ons openbaren. That we will live and experience those things. Dat we die dingen ook leven en zelf ervaren. Ja. Yeah. The next scripture. Volgende tekst. 1 John 2:27. 1 Johannes 2 vers 27. Because no one can really see all the favors of God. Want niemand kan werkelijk alle gunst van God zien. Who is not enlightened by the Holy Spirit. Niemand die niet door de Heilige Geest daartoe verlicht is. The Holy Spirit brings enlightenment. Want de Heilige Geest brengt verlichting. He floods the spiritual eyes of our heart with light. Hij doet de geestelijke ogen van ons hart oplichten met licht. He brings us to all that God has given to us. Hij brengt ons in alles wat God aan ons gegeven heeft. He guides us into all that truth. Hij brengt ons in heel die waarheid. He matures us. Hij doet ons groeien. Takes us out of our wilderness wandering experiences where we are going nowhere. Hij haalt ons uit die ervaring waar we maar ronddwalen in de woestijn en we nergens naartoe gaan. Enabling us to take our place. Hij maakt dat we onze plaats kunnen innemen. A full grown sons and daughters. Onze plaats als volwassen zonen en dochters. Taking the things that God has given to us with Christ. En de dingen die God ons gegeven heeft in Christus, dat we die kunnen aannemen. Then
Then we can say, dan kunnen we zeggen, we are experiencing, we ondervinden, the real love of God, de echte liefde van God. Ja, yeah, in 1 John 2:27. In Johannes 2 vers 27. It says, but the anointing which you have received of him abides in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teaches you of all things, and is truth and is no lie, even as he has taught you, you shall abide in him. En wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst, yeah, met betrekking tot alle dingen. Yes. En die zalving is waar en is geen leugen. Yeah. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Ja. Yeah. So, when the Holy Spirit starts to move like this. Dus wanneer de Heilige Geest op deze manier begint te bewegen. As what we call anointing. Hè, zo in wat wij noemen de zalving. But let me please tell you, when it says he teach you all things and you don't need no man to teach you anything. Maar laat me je wel even duidelijk maken, hè, dat als er staat dat, hè, dat de Heilige Geest u, dat u niet nodig heeft dat iemand u onderwijst, maar de Heilige Geest, hè, die zal je onder alles onderwijzen. He's not removing the teachers of the Bible in the church. Daarmee haalt u nog niet de leraren weg in de gemeente die je moet onderwijzen. But he's saying, hij zegt hier, no one, no antichrist spirit. Niemand, geen geest van een antichrist. You don't need no false teacher to come and teach you rubbish. Het is niet nodig dat een valse leraar je allerlei rotzooi komt leren. But the Holy Spirit will teach you. Maar de Heilige Geest zal je leren. And he will teach you all things. Hij zal je alles leren. Because he is truth. Want hij is waarheid. He is no lie. Hij is geen leugen. And you better stay in him. En zorg dat je in hem blijft. So he can continue to teach you. Zodat hij je kan blijven onderwijzen. And bring you to the place. En je op de plaats kan brengen. Where you possess, waar jij in bezit hebt. And you live by, en je naar leeft and naar. And the things that God gave to us is manifested in your life. En de dingen die God ons gegeven heeft, openbaar, zichtbaar zijn in jouw leven. Beloved, geliefde, God gave us the Holy Spirit. God heeft ons de Heilige Geest gegeven. That we may experience, opdat wij kunnen ondervinden, the things that are freely given to us by God. Die dingen die ons genadig door God gegeven That's zijn. 1 Corinthians 2 verse 12. 1 Korinthe 2 vers 12. Let me quickly tell you quickly because time is going running away. Laat me je snel even vertellen, want de tijd gaat zo snel. Let me, I believe that when the Holy Spirit brings the blessings. Ik geloof dat wanneer de Heilige Geest de zegeningen brengt. The spiritual blessings. De geestelijke zegeningen. That Ephesians 1:3 talks about. Hè, die we zien in Efeze 1 vers 3. That God has blessed us. Dat God ons gezegend heeft. With all spiritual blessings. Met alle geestelijke zegeningen. In Christ Jesus. In Christus Jezus. So when God gave his best. Dus toen God het beste gaf wat hij had. Driven by his love. Gedreven door zijn liefde. He spared not his best. Hij heeft het beste wat hij had niet gespaard. The only begotten son. De enige geboren zoon. The lamb of God. Het lam van God. Slain before the foundations of the world. Geslacht al voor de grondlegging van de wereld. He didn't give him back. Hij gaf hem niet terug. He gave. Hij nam hem niet terug, maar hij gaf. And with him, en met hem. He already gave the church. Heeft hij de gemeente al gegeven. All things. Alles. And when he left, en toen hij wegging. He said, when I leave, zei, als ik wegga. The Holy Spirit is going to come, zal de Heilige Geest komen. And he's going to do, hij zal doen. He's going to guide you, hij zal je leiden. Where I could not take you, brengen naar waar ik je niet kon brengen. He said, it's better that I go, dus het is beter dat ik ga. Because I have been limited, want ik ben beperkt. I'm in a human body, in een menselijk lichaam werd ik beperkt. But the Holy Spirit, maar de Heilige Geest. Will fill the believers, zal de gelovigen vullen. Will pour out the love of God into their hearts, zal de liefde van God in hun hart uitstorten. Giving them the assurance, en hen de zekerheid geven. Of the unfluctuating love of God, van die liefde van God die niet op en neer gaat. That is upon their lives, hè? Wanneer die op hun leven is. And they will know, en ze zullen weten. And see, en zien. And experience, en ondervinden. The blessing, de zegeningen. That God has given freely, die God genadig gegeven heeft. One of them is, één daarvan is, one of these powerful
spiritual blessings. Een van deze krachtige geestelijke zegeningen. That God has given to us. Die God ons gegeven heeft. With Christ. Met Christus. By the Holy Spirit. Door de Heilige Geest. My God, is redemption. Is verlossing. Do you know what redemption means? Weet je wat verlossing betekent? We read in Matthew 20:28. In Matthäus 20 vers 28 lezen we. Right after Jesus told the twelve apostles. Meteen nadat Jezus tegen de 12 apostelen gezegd had. Two of them came to him. Twee van hen kwamen naar hem toe. Send their mother. Stuur hun moeder. They wanted to sit one on the left, one on the right in his kingdom. Ze wilden zijn koninkrijk één naar rechts en één links van hem zitten. And Jesus said. En Jezus zei. You don't know what you're asking. Je weet niet wat je vraagt. Are you able to drink the cup? Zijn jullie in staat om de beker te drinken? That I will drink. Die ik zal drinken. And to be baptized. En gedoopt te worden. With the same baptism that I'm baptized. Met dezelfde doop waarmee ik gedoopt word. They said they were able. Ze zeiden dat ze het konden. Jesus said you're going to drink the cup. Maar Jezus inderdaad, jullie zullen die beker drinken. And then in verse 28. In vers 28. We read. Lezen we. He's calling his disciples to live this life. Hij roept zijn discipelen op om zo te leven. And this is the way he gave himself. En op deze manier heeft hij zichzelf gegeven. For our redemption. Voor onze verlossing. He said, just as the Son of Man did not come to be served, Matthew 20:28. Ja, maar deze 20 vers 28, zoals de Zoon des Mensen niet gekomen is om zich te laten dienen. But to serve. Maar om te dienen. And to give his life a ransom. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. That's what Jesus came to do. Dat kwam Jezus doen. He was telling the disciples, hij zei tegen zijn discipelen. Don't be busy. Je moet niet bezig zijn. With sitting in the glory. Met zitten in de heerlijkheid. One on the left. Eén links. One on the right. Eén aan de rechterhand. Don't follow the worldly patterns of leadership. Volg niet het wereldse voorbeeld van leiderschap. Because he said in the world. Want ze zijn in de wereld. They lord over the ones. They lord over their employees. Willen ze de baas spelen? Willen ze de heerschappij voeren over hun werknemers? But not so with you. Maar bij jullie moet het niet zo zijn. He that is least. Wie de minste is. Is the greatest. Dat is de grootste. He that serves. Wie dient. Is the greatest. Dat is de grootste. And then he tells them in verse 28. En dan zegt hij in vers 28. I the Son of Man. Ik, de Zoon des Mensen. I did not come here to be served. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. But to serve. Maar om te dienen. To minister. Om te dienen. And to give my life. En mijn leven te geven. A ransom als een losprijs voor velen. He's actually saying. Eigenlijk zegt hij. We are supposed also to give our lives. Ook wij behoren ons leven te geven. Not exactly what he did. Niet precies letterlijk zoals hij gedaan heeft. Because the ransom that Jesus paid. Want de losprijs die Jezus betaald heeft. Is the redemption of the entire world. Is de verlossing van de hele wereld. When you break down this word redemption. Als je kijkt naar het woordje verlossing. Or ransom. Of losprijs. It means a price has been paid. Dat betekent dat er een bepaalde prijs betaald is. It means to liberate many people. Om veel mensen te bevrijden. From misery. Te bevrijden van ellende. And the penalty of their sins. En het gevolg of de straf vanwege hun zonden. That's why it's so important for us to realize what redemption is. Dat is heel belangrijk dat wij ook beseffen wat verlossing is. And that's one of the blessings. En dat is één van de zegeningen. The spiritual blessings. De geestelijke zegeningen. That God has given to us in his love. Die God in zijn liefde aan ons gegeven heeft. When he gave Jesus. Toen hij Jezus gaf. And when he gave the Holy Spirit. En toen hij de Heilige Geest gaf. To bring us to these experiences. Om ons te brengen in dit soort ervaringen. God gave us his Holy Spirit. God heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. That we may experience. Dat wij mogen ondervinden. The things that are freely given to us by God. Die dingen die ons genadig door God gegeven zijn. And one of the greatest spiritual blessings. Een van de grootste geestelijke zegeningen. Is redemption. Is
verlossing. That means you are no longer a slave. Dat betekent je bent niet langer een slaaf. Of Satan. Van Satan. Of sin. Van zonde. And bondage. En gebondenheid. No secret sins. Geen verborgen zonden. No covered up sins. Geen zonden die bedekt zijn. Is in your life. Die zijn er niet meer in jouw leven. I like the word redemption. Ik hou van het woord verlossing. It's an entire message. Dat is een hele boodschap op zich. It means bought. Het betekent gekocht. Legally bought. Wettelijk gekocht. With a price. En betaald. That means we no longer own our lives. Dat betekent we bezitten ons eigen leven niet meer. We become his possession. We zijn zijn eigendom geworden. He possesses us. Hij heeft ons in bezit. The Holy Spirit takes over. De Heilige Geest neemt het over. And drives us. En die dringt ons. He drives us and leads us. Hij dringt ons en hij leidt ons. Look at Acts 20:28. Handelingen 20 vers 28. We're talking about redemption for a while here, Hans. Ja, we hebben het over verlossing. If God loves us, als God ons lief heeft, then he gives us freely a lot of other things. Dan geeft ons genadig een heleboel. The Holy Spirit comes. De Heilige Geest komt. And points us to the knowledge. En wijst ons naar de kennis. That we might know. Dat we mogen weten. No ignorance. Geen knowledge. Geen onwetendheid. It's real. Geen onwetendheid, maar kennis. We have this. Het is reëel. I have the experience. We hebben het echt. I am redeemed. Ik heb het zelf ondervonden. Ik ben verlost. I'm living in freedom. Ik leef in vrijheid. Acts 20:28. Handelingen 20 vers 28. This is what Paul told his disciples to teach the church. Dit is wat Paulus zei, dat zijn discipelen moesten leren aan de gemeente. Therefore take heed to yourself and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Zie dan toe op uzelf en heel de kudde te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft of gekocht heeft door zijn eigen bloed. He purchased the church. Heeft de gemeente gekocht. With his blood. Met zijn bloed. So devil. Dus duivel. Get your hands off. Met je tengels afblijven. Move away. Afblijven. Wegwezen. The dead angel passed. De doodsengel kwam langs. God sent the dead angel. God zond de doodsengel. As the last plague. Als de laatste plaag. Upon Egypt. Over Egypte. And he instructed Moses. Hij gaf instructies aan Mozes. Take the blood of the animals. Neem het bloed van de dieren. Splash it on the doorpost. En breng het aan op de deurposten. And tell the people. En zeg tegen de mensen. Stay inside of your house. Je moet binnen blijven. Under the applied blood. Je moet onder dat bloed blijven. The dead angel is going to pass. Want de doodsengel komt langs. The pass over. En hij zal passeren, hij zal voorbij gaan. When God said, when I see the blood, en God zei, als ik het bloed zie, I can see. Dan kan ik zien. Those people back there, die mensen die daar achter zijn, I own them. Die zijn van mij. They are mine. Ik heb ze in bezit. And they belong to me. I own them. Ze zijn mijn eigendom. Ze zijn van mij. And the dead angel passed. En de doodsengel ging voorbij. And kill all the firstborn of Egypt. Doodde wel de eerstgeborenen van Egypte. But not where niet the purchased people was. Waar die mensen waren die gekocht en betaald waren. And today. En vandaag. The blood of Jesus. Het bloed van Jezus. Purchased the church. Heeft de gemeente gekocht. That's the redeeming power. Dat is die verlossende kracht. The ownership. Het eigendomschap over his church. Over van zijn gemeente. And we have the task. Wij hebben de taak. To keep applying, believing. Te blijven toepassen en te blijven geloven. Seeing the blood. En het bloed te zien. Apply it by faith. He, je moet het aanbrengen in geloof. Speak the blood. Spreek het bloed. How it purges your conscience. Hoe je geweten daardoor gereinigd wordt. From all dead works of the flesh. En van alle dode werken die van het vlees. And you end up being a bond servant of God. En uiteindelijk ben je een slaaf van God. Ja. That word purchased. Dat woord gekocht en betaald. Are you okay? I just took a sip of water. I'm almost done. That word purchased. Dat woord gekocht en betaald. In Acts 20:28. In Handelingen 20 vers 28. When you break it down in the Greek. Als je gaat kijken over wat dat in het Grieks is. It means to leave or keep safe. Dat betekent leave or keep safe. Ja, verlaten. To keep. To leave
No, don't reach it, or to keep safe. Ja, het daar laten of het zorgen dat je komt er niet aan, je zorgt dat je het bewaart. And it also means, het betekent ook, to preserve to oneself. Bewaren voor jezelf. Ja, yeah. Let me back it up with Isaiah 53. Jesaja 53. Verse 10 to 12. Vers 10 tot 12. Let's see what happened there. Laten we kijken wat daar gebeurde. Isaiah chapter 53, number 10 down to 12. Ja, Jesaja 53, vers 10 tot 12. I'm reading. Ik lees. I think it's time now everybody has it so I can read it. Yeah. All right. Yet it pleased the Lord, this is the Father's talking. Het bewaagde de Heer, dit is de Vader. To bruise Jesus. Jezus te verbrijzelen. It has pleased the Father. Het heeft de Vader behaagd. To bruise his own son for you and I. Zijn eigen zoon te verbrijzelen voor jou en mij. For mankind. Voor de hele mensheid. He has put him to grief. Hij heeft hem tot droefheid gebracht. So God the Father put all this on Jesus for us. God de Vader heeft dit allemaal op Jezus gelegd voor ons. That's the way he loves us. Zoveel houdt hij van ons. By doing like this to his son for us. Door dit met zijn zoon te doen voor ons. Do you appreciate that? Waardeer je dat Do wel? Do you think you can lift your hand out there? Denk je dat je handen kan opheffen? And thank him tonight. En hem kan danken vanavond. For the power of his love. Voor de kracht van zijn liefde. The Bible says in Isaiah 53:10. De Bijbel zegt in Jesaja 53 vers 10. When you make his soul an offering for sin. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben voor de zonde. He shall see his seed. Zal hij nageslacht zien. He shall prolong his days. Hij zal de dagen verlengen. And the pleasure of the Lord. En het welbehagen van de Heer. Shall prosper in his hand. Zal door zijn hand voorspoedig zijn. 11th verse. Vers 11. He shall see the labor of his soul and be satisfied. Hij zal de moeitevolle inspanning van zijn ziel zien en hij zal verzadigd zijn. And now the Father says. En nu zegt de Vader. By his knowledge. Door de kennis van hem. He calls Jesus my righteous servant. Hij noemt Jezus mijn rechtvaardige knecht. By his knowledge my righteous servant. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht. Shall justify many. Vele rechtvaardig maken. For he shall bear their iniquities. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. All this is where he's purchasing us. Dit is allemaal waar wanneer hij ons koopt. Redeeming us. Hier verlost hij ons. Buying us. Hij koopt ons. To own us. Zodat wij zijn eigendom worden. To keep us safe. Zodat wij ons geborgen houden. That we belong only to him. Opdat wij, hij bewaart ons zo, hij houdt ons veilig, zodat we alleen van hem zijn. Verse 12 says. In vers 12 staat. Therefore I will divide him a portion with the great. Now God the Father is blessing his son. En nu zegent God de Vader zijn zoon, want hij zegt, daarom zal ik hem met veel toedelen met de machtigen. And he shall divide the spoil with the strong. Hij zal de buit verdelen met de machtigen. Why? Waarom? Because he poured out his soul unto death. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. How can I whisper that? Dat kun je toch niet fluisteren? Because the Lord. Omdat de Heer. Poured out his soul unto death. Zijn ziel heeft uitgestort in de dood. And God rewarded him for that. En God heeft hem daarom beloond. And he was numbered with the transgressors. En hij werd bij de overtreders geteld. When he hanged on the cross. Toen hij aan het kruis hing. With the two criminals. Met die twee criminelen. And do you remember what happened to one of the criminals? En weet je nog wat er met één van die criminelen gebeurde? They were both of them mocking Jesus on the cross. Beide bespotten ze eerst Jezus aan het kruis. They joined the crowd below the cross. Ze deden mee met de menigte onderaan het kruis. The people who was telling Jesus, save yourself. De mensen die tegen Jezus zeiden, red jezelf. Come down from the cross. Kom van het kruis af. And the two criminals. En die twee misdadigers. In Matthew and Luke. In Matthäus en Lucas. Matthew and Mark. In Matthäus en Marcus. They were also joining the mockery. Deden ze ook mee met die bespottingen. But in Luke, maar in Lucas. In Luke 23, I think. In Lucas 23. When they were hanging on the cross. Toen ze aan het kruis hingen. And the other guy was still mocking and mocking. En die andere vent was nog steeds aan het spotten. And the other criminal said. Maar de ene crimineel zei. What are you doing? Wat doe je toch? Don't you see this man is just?
Zie je niet dat deze man rechtvaardig is? Don't you see how pure he is? Zie je niet hoe zuiver, hoe rein hij is? We deserve to die. Wij verdienen het om te sterven. But not this man. Deze man niet. He was there with the transgressors. Hij was daar bij de overtreders. And on the cross. En aan dat kruis. One of the criminals. Zei een van die misdadigers. Decided. Hij besloot. I better join the ones who are purchased. Ik doe mee met degene die gekocht en betaald zijn. I better join the redeemed. Ik kan me beter meedoen met de verlosten. And he looks at the Lord. Hij kijkt naar de Heer. On the cross. Aan dat kruis. And he says to the other criminal. Hij zegt tegen die andere misdadiger. Don't you fear God? Vrees jij God niet? Eh? This man is just. Deze man is rechtvaardig. And righteous. Rechtvaardig. We are the criminals. Wij zijn de misdadigers. We deserve to die. Wij verdienen het te sterven. But not this man. Deze man niet. And he says, don't you fear God? Hij zegt, vrees jij God niet? The man had a revelation. De man had een openbaring. On the cross. Aan het kruis. Of the fear of God. Over de vrees voor God. And he was joining. En hij deed mee. The redeemed. Met de verlosten. The ones who are purchased. Degene die gekocht en betaald with waren. The precious blood. Met dat kostbare bloed. That man must have tasted the love of Jesus on that cross. Die man moet de liefde van Jezus geproefd hebben aan het kruis. He said. Hij zei, Lord, Heer. He calls Jesus Lord. Hij noemt Jezus Heer. Some people, sommige mensen, nowadays, tegenwoordig, don't even know what that name means. Weten niet eens wat die naam betekent. Some people nowadays, sommige mensen tegenwoordig, don't even live up their Christian life as if Jesus is their Lord and Master. Leven niet als Christus alsof Jezus hun Heer en Meester is. But a criminal. Maar een misdadiger. Decide on the cross. Besluit aan het kruis. To turn to Christ. Zich te bekeren tot Christus. To sense that love of Jesus. Hij voelt die liefde van Jezus. Bleeding. Hij bloedt. Broken. Is gebroken. Cursed. Vervloekt. Rejected. Hij is verworpen. But love was coming out. Maar liefde is wat eruit kwam. And touched the criminal. En raakte die misdadiger. And he said, hij zei, I fear God. Ik vrees God. I see you as my Lord. Ik zie u als mijn Heer. My Master. Mijn Meester. You purchased me. Je hebt me gekocht en betaald. You own me. Ik ben uw eigendom. He tells Jesus, hij zegt tegen Jezus, remember me. Denk aan mij. When you come into your kingdom. Wanneer u in uw koninkrijk komt. The kingdom. Het koninkrijk. How on earth does this man know about the kingdom? Hoe weet deze man nou over het koninkrijk? I think that spirit of Jesus. Ik denk dat die geest van Jezus. On that cross. Op dat kruis. Must have touched him. Moet hem aangeraakt and hebben. Filled his heart. En zijn hart gevuld hebben. With love. Met liefde. Of God. De liefde van God. Lord. Heer. Remember me. Gedenk mij. When you come in your kingdom. Wanneer u komt in uw koninkrijk. Oh God. Oh God. What is the kingdom? Wat is het koninkrijk? Is an entire message. Dat is weer een boodschap op zich. We got to live the kingdom life. We moeten dat koninkrijksleven leiden. Jesus turns. Jezus. And tells this criminal. Zegt tegen deze misdadiger. Today. Vandaag you will be with me in paradise. Zul je bij mij zijn in het paradijs. All this dit alles is, an expression is een uitdrukking, een uiting of the love of God, van de liefde van God that came out of Jesus, die uit Jezus kwam that was poured out en uitgestort werd upon a criminal. Op een misdadiger. And I believe ik geloof in those things that he saw. In die dingen die hij gezien heeft. The fear of God. De vrees voor God. He calls Jesus Lord. Hij noemt Jezus Heer. And he sees the kingdom. En hij ziet het koninkrijk. Huh? Think about that. Denk daar eens over na. Think about what has been given to this criminal on the cross. Denk eens aan wat deze misdadiger gegeven is aan het kruis. He was redeemed. Hij werd verlost. His soul, zijn ziel, his spirit, zijn geest, and his body, en zijn lichaam was bought. Werden gekocht en betaald. By Jesus. Door Jezus. And I believe ik geloof we also dat ook wij have to live our lives zo moeten leven
As if we are bought. Alsof wij ook gekocht zijn. Our spirit, onze geest and our bodies en ons lichaam belongs to him. Zijn van hem. Therefore, let us glorify God. Laten wij daarom God verheerlijken. In this body, in dit lichaam and this spirit, en deze geest that belongs to him. Die van hem zijn. We need, as a church, als gemeente to experience moeten wij ondervinden the supernatural love of God, die bovennatuurlijke liefde van God, until we see tot we zien and experience en ondervinden all that are freely given to us by God. Al die dingen die ons genadig door God geschonken zijn. Tonight I only touched two or three. Vandaag heb ik maar over twee of drie gehad. And I end here with redemption. En ik eindig hier met die verlossing. That's a whole seminar. Dat is een hele seminar eigenlijk. To be redeemed. Wat het betekent om verlost te zijn. To be redeemed by the blood. Verlost te zijn door het bloed. To be purchased by the blood. Gekocht en betaald te zijn door het bloed. That we live the rest of our lives. Zodat we de rest van ons leven. In no slavery at all. In geen enkele slavernij meer leven. No bondage. Geen gebondenheid. No past. Geen verleden. But only a future. Alleen maar een toekomst. And we live our lives. En dat we zo leven. Belonging only to Jesus. Maar we alleen maar van Jezus zijn. Slaves of Jesus. Als slaven van Jezus. For the rest of our lives. Voor de rest van ons leven. In righteousness. In gerechtigheid. And holiness. En heiligheid. All the rest of our days. Al de dagen van ons leven. In Jesus' name. In Jezus naam. Amen. Amen. I got to stop. Ik moet hier stoppen. The Lord bless you, God willing. We'll see you all on Sunday. Mogen de Heer jullie zegenen. Zo de Heer wil, zien we jullie weer op zondag.